Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast Over Alles Efteling met Tim Jensen en Paul Sprongers. Hey Tim, kun jij nog herinneren dat we nou, inmiddels al een hele tijd geleden, volgens mij in 2022, misschien begin 2023, in een nieuwsaflevering een keer een column hebben besproken die we hadden gespot, die een luisteraar volgens mij rond had gespot in het Duinkerier? Jazeker, de Duincourier is natuurlijk ons, uh, ons lokale krantje. En er staat sinds een tijd uh, een column in van uh, Otto Grevink, dominee. En daar viel ons in op, en ook luisteraar rond inderdaad, dat uh, Otto zijn columns afsloot met Predikant voor de Efteling. Hé, hey, en dan heb je ons natuurlijk uh, getriggerd, dus dan uh, letten wij op. En willen natuurlijk weten hoe dat zat. En toen hebben we de statuschoenen aangetrokken, mailcontact gezocht. En wat is er uh, nu het geval in? Nou, ik kreeg toen eigenlijk vrijwel meteen al, uh, al antwoord van de dominee zelf. Uh, maar inmiddels zijn we toch weer uh, een jaar of anderhalf verder. En zit hier tegenover ons in de studio de Eerwaarde zelf. Otto Greving, welkom in uh, de studio van Kleine Boodschap. Dank je wel. Hartstikke leuk om hier te zijn. En voordat we beginnen, mogen we tutoyeren? Alsjeblieft, zeg. Oh, ja. Gelukkig, gelukkig. Dus het is gewoon Otto. Ja, heel graag. Dan probeer ik me daar meteen netjes aan te, te houden. Otto, kan je eens vertellen uh, wie, wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben uh, 47 jaar, mijn vader van een dochter van bijna zes. Ik ben dominee uh, op heel veel verschillende plekken. Ik ben dominee in in de Brug, Dat is het kerkje vlakbij Ziedewinde, en uh, ik uh, ben dominee op een school, op Julian of Stop, school in Waalwijk, schoolpastor. Ben ik daar en ik doe ook nog wat werk op Ameland. Bij een, uh, bij een plek daar waar mensen bezig zijn. Dat doe ik vooral op afstand. Ameland? Ja, ik ben ambulant predikant voor vakant Ameland op afstand vanuit Brabant. Zo heb ik dat <laughs> maar. Uh... Nee, die zijn daar vakant geraakt. Die hebben geen dominee meer. En, ik, en dit is een soort, soort start-up. Een soort nieuw, nieuw pioniersproject noemen we dat. En dat heb ik altijd heel lang begeleid al. Een paar jaar al. Dat is 20 uur per jaar, dus dat is niks. Maar het is gewoon een beetje met ze meedenken. Critical friends noem ik dat altijd. En, um, maar die kringen dus vakant. En, en te, dus ze wil zeggen dat er geen dominee is. En toen heb ik met ze gekeken: van ja, maar wat, wat voor gaten vallen er nu om gewoon het werk door te laten gaan? Totdat er een nieuwe dominee is. Nou, dan kwamen een aantal dingen uit, waarvan ze toen vol zeiden: en kun jij dat dan niet doen? Ik zei: ja, hé, hey, maar ik woon helemaal in Waalwijk. Maar ja, ik vind het natuurlijk fantastisch om daarheen te gaan. Dus één keer in de maand, anderhalf, soms twee maanden ga ik daar naartoe. Ben ik er even één, twee dagen. Dan stomen we even wat dingen die even uh, snel moeten. En dan ga ik weer terug en dan doe ik vooral dingen op afstand. Dus dan denk ik mee met teksten en met, met nieuwe activiteiten en ja, dat soort dingen. Voor de rest ben ik uh, dirigent van een koor in, uh, in Sprankapellen van Laudate Dominum. Daar zingen we nou de Matthäus passie mee in deze tijd, uh, vlak voor Pas als we dit opnemen. En uh, ja, dus dat zijn een beetje zo'n dingen die ik doe. Laudate Dominum. Ik heb ooit Latijn gehad. Betekent dat niet prijs de Heer? Ja, dat klopt. Ja. Kijk, mijn kennis van het Latijn is toch niet helemaal ja, verdwenen? Ja, een oude naam was het vroeger Loofd de Heer. En toen dachten ze dat moet een modernere naam worden. En toen zijn ze naar het Latijn gegaan. Vraag me niet waarom. Maar uh, dit is het. Ja, <laughs> ja, met een mooi combo erbij. Dat is echt hartstikke mooi om te doen. Mooi. Een tijd geleden hadden we bij Kleine Boodschappen, dat was geloof ik in de aflevering 302, hadden we Sander Kessler te gast. Een pastoor die zijn werk met name vanuit Oeganda doet in een vluchtelingenkamp. Hij is dus pastoor. Volgens mij is dat een functie binnen de katholieke kerk. Jij bent dominee. Zou je eens aan ons en onze luisteraars kunnen uitleggen wat is een dominee nu eigenlijk en hoe verhoudt zich dat dan tot, tot pastoor? Eigenlijk is een dominee helemaal niet zoveel verschillend van een pastoor. Een pastoor die leidt een parochie, noemen we dat. En een dominee leidt een protestantse kerk, we noemen dat een gemeente. Verwarrende term, maar dat is het ongeveer. En uh, wat doen we? Ik was vanmorgen op een school bij de Leilinde in uh, Oudheusden. En dan zei ik, eigenlijk is een dominee iemand die een hoofd vol heeft met verhalen. En dat zijn uh, verhalen die betekenis geven aan het leven. Die gaan over het leven, hoe je kunt leven. Nou, en die verhalen die vertellen we, die... Uh, Lezen we met elkaar. Maar we zijn ook gewoon in gesprekken op zoek naar een stukje betekenis in het leven. Dus we gaan bij mensen op bezoek iets meemaken, iets vrolijks of iets minder vrolijks, of die ziek zijn, of die ergens op een kruispunt in hun leven staan. En we zoeken met hen naar een stukje betekenis uh, in hun leven. En wat daar eventueel ook van God uh, doorheen komt, wat hij jou te zeggen heeft, of wat het, laat maar even zeggen, wat het leven jou te zeggen heeft, wat het leven jou brengt. Nou, daar zijn we mee bezig. En nou ja, goed, zoals Sander dan inderdaad ook zich heel concreet inzet voor een, een goed doel. Eh, heeft dat ook altijd ergens een plaats in je werk? Of dat nou ver weg is of dichtbij, maar je bent ook aan het kijken van waar, waar ben je nodig, waar kun je van betekenis zijn? Nou, er zijn allerlei projecten voor um, uh, inderdaad, om mensen te helpen, of om juist iets op te bouwen. Of nou goed, uh, iedereen doet het op zijn manier. Lokaal, hier. Uh, of juist uh, ver weg. En dat is eigenlijk wat wij in ons werk doen. Oh, heel helder. Dankjewel voor deze duidelijke uitleg. Ik ben trouwens wel benieuwd. Wat zijn eigenlijk uh, een beetje de, de verschillen tussen de Protestantse en, en de Katholieke Kerk? Ik begin eigenlijk altijd te zeggen dat de verschillen eigenlijk veel kleiner zijn dan de overeenkomsten. Vaak denken we dat, uh, dat er heel twee verschillende kerken zijn en dat ze verschillende geloven hebben. Maar eigenlijk is het gewoon. Dezelfde Bijbel, dezelfde Jezus, dezelfde God. Daar starten we sterker nog. De Protestantse Kerk is voortgekomen uit de Katholieke Kerk. Dus dat is eigenlijk gewoon één grote club. Die allemaal verschillende accenten leggen. En als je daar dan naar die verschillende accenten wilt kijken. Kun je natuurlijk zeggen van ja, een pastoor mag niet trouwen, een dominee wel. En allemaal dat soort wat meer uiterlijkheden. Maar dan gaat het er eigenlijk, denk ik, vooral om dat de Katholieke Kerk is een wereldkerk is. En de Protestantse kerk is, zijn vaak heel lokale kerken. Dus ja, dat vroeger over de Nederlandse gereformeerde kerken, de Nederlandse hervormde kerk. En nu is het de Protestantse kerk in Nederland. En dat betekent dat die dus ook veel meer gevormd zijn door de, door de cultuur. En door wat er in een cultuur speelt. En wat we met z'n allen vinden. En je merkt dat zo'n grote wereldkerk die heeft ook rekening te houden met. Uh, de waarde die mensen in Zuid-Amerika of in Afrika hebben. Dus altijd, als het gaat over dingen als uh, de positie van de vrouw in de kerk, of abortus, of uh, nou überhaupt ook uh, en, en dat is een positieve kant uh, de muziek, He, dan merk je dat de Kroon-Katholieke Kerk veel diverser is. Veel meer culturele invloed deed. En op het moment dat je dus bijvoorbeeld als buitenlander hier in Nederland komt. en je gaat naar een katholieke kerk hier in Nederland. dan zie je dezelfde soort dienst in een taal die je niet verstaat. of misschien nauwelijks verstaat. maar je ziet dezelfde soort dienst. Dus je weet waar je in terechtkomt. Dus dat betekent dat een katholieke kerk. die kan zich veel makkelijker aanpassen. aan een bijvoorbeeld grote bevolkingsgroep. Oekraïners of, of Polen of verzin maar. die hier in Nederland met elkaar kerk willen zijn. Want dat kan gewoon in dezelfde vorm. alleen een andere taal. En in protestantse kerken, die vinden eigenlijk altijd een beetje hun kerkdiensten zelf uit. En als je daar dan binnenkomt als buitenlander, dan denk je: wat gebeurt hier? Um, en daar dus, en, en heeft Latijn natuurlijk al helemaal aan meegeholpen. Dat Latijn een, een, tekst was, een taal was die in alle uh, kerken gebruikt werd, nu veel minder. Gelukkig maar, want landstaal is wel heel belangrijk, want dan snap je ook wat je zegt. Maar dat geeft wel een soort van ja, universeel iets. Uh, en dat, dat heeft ook wel iets. De, Katholieke kerk zijn nooit zo van de splitsingen en van de scheidingen. En bij protestanten die we hebben we nog wel eens de neiging om te denken: van als we het niet mee eens zijn, dan beginnen we toch weer voor onszelf. En dat maakt de eenheid uh, uh, een stuk brozer. Terwijl katholieken zoiets hebben: van nou, ik ben het er misschien niet eens. Dat merk je ook in Nederland. Hè, van, heel veel mensen zeggen: ik ben het niet eens met het, met het katholieke beleid, de katholieke leer. Maar ik ben katholiek en ik blijf katholiek. Ik denk dat dat een beetje de gevoelsverschillen zijn, los van liturgie, hè, dus hoe een kerkdienst eruit ziet. En, uh, maar over het algemeen verder gewoon heel veel overeenkomsten. Duidelijk, ja. En Ben ik wel benieuwd hoe je dominee wordt? Of, of hoe ben jij het in ieder geval? Ja, nou, dat betekende voor mij in ieder geval uh, het nodige leren. Dus je moet naar de universiteit uh, om, om daar theologie te studeren, dat is dan de, het vak. Theologie, dat betekent dat gaat dus over oh, ja, een soort hogere godsdienst, zal ik maar zeggen. Dus je, je gaat nadenken over het geloof en over de geloofsleer en over alle aspecten die erin zitten: kerkgeschiedenis, filosofie, de oude talen. Hè? De Bijbel is geschreven in het Hebreeuws en in het Grieks, dus je moet die talen gaan leren om ook echt een beetje goed te proeven: van wat staat daar nou eigenlijk en, en hoe. Hoe bedoelden ze dat in die cultuur nou? Want een taal is ook iets van een cultuur. Dus je, 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 je gaat je dan verdiepen in die taal om ook erachter te komen. Hoe klonk dat nou? Hoe proefde dat nou? nou dus dat, dat moet je allemaal doen. Uh, en dan vervolgens is het aan een kerk om te zeggen: van Wij hebben jou nodig. Dus een protestantse kerk, bij de katholieke kerk zegt de bischop, nou fijn dat je er bent, je mag daar naartoe. En bij de protestantse kerk zegt een protestantse kerk in een, in een plaats, wij willen jou graag als dominee, want jij voldoet aan onze eisen, onze wensen. Wij voelen ons geroepen om jou, wat dan heet, te beroepen. Uh, en dan krijg je dat beroep en dan word je daar dominee. Maar er moet dan wel iets van een drijfveer zijn bij jou om die studie te gaan doen bijvoorbeeld. Dus waar is dat dan vandaan gekomen? Ik wilde heel graag met mensen werken. En uh, dat dan niet zozeer. Ik bedoel, je kunt op allerlei manieren met mensen werken. Mijn vader was econoom. En dat zou ik eigenlijk gaan doen. Economie studeren en dan zou ik in een bedrijf, in een bank. Maar dan werk je met mensen gewoon in een functie. En ik wilde niet met mensen werken in een functie, maar gewoon in een alledaagse leven. Gewoon wat maak je mee? Uh, wat maak je mee in je gezin? Wat maak je mee in je werk? Wat maak je mee in je omgeving? Um, nou, wat. wat, wat wat helpt je om een beetje betekenis te geven aan je leven? Nou, dat, dat wilde ik graag gaan doen. En daarom ben ik theologie gaan studeren. Dus omdat ik met mensen wilde, wilde werken, dat was mijn, dat was mijn drijfveer. Het ja, dus een dominee woorden aanzien was. Niet de drijfveer. maar wilde mensen helpen. En toevallig ben je daar in de dominee vak uitgekomen, om zo te zeggen? Ja, maar ook omdat een ander aspect me ook aansprak. En dan moet je altijd maar uitkijken hoe u dat precies verwoordt. Maar ik noem dat toch maar een beetje het theatrale aspect. Hè? Dus het feit van zo'n zo zo kerkdienst waar je, waar je een verhaal vertelt. en waar je met muziek bezig bent. En in die tijd eh, zong ik ook in een bandje. En, en goed, daar, daar deden we ook dingen mee. En ik schreef teksten. En dat vond ik heel mooi om te doen. Um, en daarvan had ik het gevoel: ja, dat is. Dat is wat ik wil gaan doen: iets, iets met podium en iets met interactie met mensen. En daar was deze studie voor nodig. Dus ja, dat doe je dan maar. Ja. Ik was op een of andere manier, ja, weet je. Ik, ik was ook zo'n ongelooflijke studiebol. Ook op de middelbare school. Ik deed gewoon wat de leraren mij zeiden. Ik was zo'n ongelooflijk braaf ding. Dus dan, dan ging ik naar de universiteit en zei: Je moet dit allemaal doen. Ik heb wel geteld één keer bijna een onvoldoende gehaald. En voor de rest alles gewoon gedaan. Ja, het, het klinkt allemaal. Ik moest er keihard voor werken. Het kwam me niet aangewaaid. Maar op een of andere manier had ik die werkmentaliteit meegekregen. En toen kwam ik op de universiteit en dan hoorde ik moest dit gaan doen en dat gaan doen. Ik, mijn Mol. Uh, ik had daar totaal geen gevoel bij, joh. Ik was 17 toen ik eraan begon. Uh, en achteraf denk ik nog wel eens van wat heb je dat allemaal gedaan? Maar ja, goed, dat was nodig en dat deed je dan. Ja, ik zou er nou wat kritischer in zijn. <redakt> Ik ben er 47 voor geworden, dus 30 jaar later. Ja, en als we dan naar, naar die 30 jaar gaan kijken. Je, je bent uh, op een bepaald moment afgestudeerd uh, in de theologie. Ik, uh, ik vermoed zomaar dat dat uh, uh, binnen de gestelde termijn was. En zonder uh, enige vorm van de vertraging. Aha, nou, de vertraging zat hem erin dat ik extra dingen deed. Dus, dus, dus laten we zeggen, mijn studie duurde, duurde acht jaar. Uh, met alles erop en eraan. En daar heb ik toen nog, uh, een van de, de onderdelen van was dat ik, dat ik naar Engeland ben gegaan. En daar een onderzoekje heb gedaan van wat, wat, wat kerken allemaal in de samenleving doen. Dus ook kwam bij het leger des de Army uit. En in die tijd had je ook een hele beweging voor de schulden van de arme landen. Jubilee 2000. Uh, dus daar heb ik van alles van meegemaakt. En daar, uiteindelijk werd, werd dat een beetje een uit de hand gelopen hobby. Dus werd het een tweede hoofdvak. Uh, dus ja, daar, de, daarom liep het uit. Maar voor de rest ben ik allemaal netjes binnen de kaders gebleven. Ja. Ja. En, en hoe zagen dan uh, die afgelopen dertig jaar eruit? Um, nou, ik, ik heb me eerst laten verleiden om nog onderzoek te gaan doen. Dus dat heet promotie dan. Uh, maar daar werd ik echt niet gelukkig van. En precies om de reden waarom ik eigenlijk theologie ging studeren. Namelijk niet vanwege het vak, maar omdat ik met mensen bezig wilde zijn. Dus ik, ik zat er op een gegeven moment helemaal opgesloten. Ik begon in Leiden vlak voor de zomer. Toen ging ik meteen op vakantie. Dat vond ik een goed begin voor je eerste baan. En, maar daarna kwam ik dus midden in de zomer terug. En iedereen zat wat daar heette dan bij Strandpal 11. Dus die hele, die, hele, die hele universiteit was leeg. En ik moest dan van alles gaan vinden. En, en, en toen kwam ik ook achter, ja, dan ga ik wel met mensen praten. Maar dan moet ik er allemaal gaan analyseren. Ik werd er doodongelukkig van. Dus ik heb toen gezegd: ik stop daarmee. En ik ga proberen om, uh, om, om ergens een plek te vinden. Toen ben ik eerst in Parijs terechtgekomen, bij de Nederlandse oh. gemeente. Maar daar werd ik tweede. En zilver is geen goud, zeggen ze altijd bij Studiosport. Dus uh, dat klopt. Dus toen moest ik in Nederland ergens iets gaan vinden. En toen waren ze hier een waalwijk op zoek naar een dominee. Uh, dus toen ben ik daar gekomen. Dus dan hebben we het over 2005. Uh, bijna twintig 20 jaar geleden. Ja, en da, 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 da ben ik, daar ben ik toen twaalf en een half jaar bijna blijven, blijven hangen. Eerst in een aparte gereformeerde kerk. Toen dus zijn we gefuseerd. En nog, af en is van alles gebeurd. Dus was ik heel goed om daar zo lang te zijn. Want het is best lang wel voor een, voor een dominee om ergens te zijn. Maar ik vond het hartstikke leuk. En ja, ik ben hier dus blijven wonen. Omdat ik uiteindelijk zei van... Nou, ik heb hier nou zoveel opgebouwd. We waren ook op school bezig. En ik was met een koor was ik bezig. En uh, ik had hier mijn vrienden. En ik was hier een beetje geworteld. Ik had bijna nog nooit zo lang ergens gewoond als dus in Waalwijk. Dus dat, ik denk, ik wil hier blijven wonen. Dus ik wil hier vanuit Waalwijk wil ik actief zijn. En daar ben ik ook bij een internetkerk terecht gekomen. Mijnkerk.nl bestaat nu uh, sinds een maand niet meer. Um, en uh, Dus daar ben ik van alles gaan doen. Ben ik gaan vloggen en ben ik gaan bloggen. Nou, en... Uh, ja, uiteindelijk heb ik van allerlei projecten en dingen gedaan. En ben ik via Tilburg toch weer uiteindelijk in binnen de gemeente uitgekomen. Dus ja, ik toer eigenlijk een beetje door de omgeving. En er is zoveel te doen hier in deze omgeving. Er zijn zo weinig dominees. Er is zoveel verlangen naar om op een nieuwe manier kerk te zijn in de toekomst. En nou ja, dat is mijn specialiteit. Uh, of mijn specialisme, laat ik het zo zeggen. En uh, nou ja, dus, dus daarom is er. Wat dat betreft genoeg te doen. Dominees verhuizen normaal nogal vaak. Hè? Dan ga je echt van de ene kant van het land naar de andere kant van het land. Hele gezin mee. Uh, en ik heb zoiets, nou, ik, die rust heb ik nodig. Een stukje, een stukje basis. Nou ja, ik, ik hoor jou zeggen, de kerk van de toekomst. Vloggen, bloggen. Volgens mij sluit dat wel op elkaar aan. Ja, nou ja, goed. En, en, en we begonnen daar al mee in, laten we zeggen, 2013, 2014. Um, en je ziet nu dat dat binnen de protestantse kerk althans, dat veel meer mensen dat, dat, uh, dat vak een beetje, een beetje beheersen. En dat betekent vooral dat dominees moeten leren om iets kort en bondig te zeggen. He, dus dat het niet een preek van drie kwartier is, maar dat als je een blog hebt dat die maximaal vijf, 600 woorden is. Dat een vlog maximaal anderhalf, twee minuten is. En dat hebben wij ook echt moeten leren en moeten uitvinden van hoe doe je dat nou? He, want ja, we zeggen, een boodschap binnen het geloof is over het algemeen genuanceerd. Nou, dat is vrij lastig in het kort, helemaal in soundbites en statements te doen. Maar om daar toch van te leren van hoe kun je nou kort iets, iets, iets neerzetten. Ja, dat is eigenlijk waar we in vooruit zijn gegaan met een, met een team. En waar je nu van ziet dat heel veel mensen dat oppakken. En dat is, dat is fantastisch. Misschien moeten wij dat ook kunnen leren, Tim. Ik, wou, ik wou net zeggen. Nou ja, ik, ik doe er nou ook aardig aan mee. Dus ik weet niet of dit nou een schoolvoorbeeld is van kort. Ik wilde dit net zeggen. Dat is ook een aandachtspunt voor ons. Ja. Nou, je, moet, je kunt alleen maar kort zijn als je op andere momenten er wat uitgebreider over nadenkt. Laten we daarop bouwen. Het eh, is een goede <laughs> Ja, De dichter Goethe heeft ooit gezegd. Ik had geen tijd voor een korte brief, dus wordt het een lange. Nou ja, dat, dat uh, goed. Enfin. Samenvatten is ook lastig. Ja, precies. Lastras, we gaan eigenlijk echt naar de Efteling om even nog een paar dingen gewoon over het dominee wezen. Want hoe zien werkdagen van jou eruit? Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, mijn, de, omdat ik zo heel veel verschillende dingen doe, zien mijn dagen er dus volstrekt elke dag, elke week anders uit. Dus laten we zeggen, ik, ik zou je gewoon graag een standaard schema willen geven, maar <laughs> dat is niet. Mijn, mijn, m, mijn werk is enorm dynamisch. Dus ik ben vanmorgen ben ik naar uh, nadat ik mijn, mijn dochter naar uh, Den Bosch heb gebracht, waar ze op school zit, ben ik naar Oudheusden uh, gegaan. Daar heb ik in een klas een verhaal verteld, een bijbelverhaal. Volgens ben ik naar huis gegaan, heb ik voor mijn studie. Ik doe nog een studie geestelijke begeleiding, om met mensen door te praten over levensvragen. Ben ik naar een abt gegaan in Zundert, in het klooster, om daar een gesprek te hebben. Nou, vervolgens kwam ik thuis, hoe mijn dochter ophalen. En nou zit ik vanavond hier. Dus dat is, laten we zeggen, als je het qua werkuren uitrekent, een vrij improductieve dag. Maar de, de, goed, dat, dat zijn de, de dagen die er soms zijn. En uh, soms dan ben ik bezig voor Ameland bijvoorbeeld met. Met, met de website en met PR en met nadenken over activiteiten. Uh, een retraite weekend organiseren, wat we doen in juni. Uh, hartstikke leuk uh, trouwens uh, voor alle luisteraars in juni op Ameland gewoon even lekker een weekend unplukt noemen we dat in het kader van ik zie hier al die snoertjes liggen hè, <laughs> maar dat, dat noemen we dan ook unplugged je gaat die boot op en je laat op het vaste land laat je alles waar je mee bezig bent laat je achter je en je kunt je heerlijk focussen op zo'n klein eiland met zo'n mooie natuur en zo. nou, dat soort re retretten weekenden geef ik dan vorm probeer ik aan de man te brengen ja, en ik moet natuurlijk ook preken schrijven dat zijn de verhalen die je op zondag houdt in de kerk en nu we het opnemen zitten we vlak voor Pasen. Dus er zijn allerlei verschillende vieringen. En we gaan met het koor ook nog repeteren en, 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 uh, en hoe heet het? uitvoeren op goede vrijdag. Dus laten we zeggen, zo, zo is elke dag en elke week weer anders. Maar per saldo zit er, zit er wel een soort van, van rode draad in. Er zit een stukje er zit een stukje studie in. Gewoon. Voor jezelf ook en ook voor je eigen geloof. Want het is niet alleen maar dat je iets nou aan man wil brengen. Het is juist belangrijk dat waar je zelf voor staat en waar je zelf voor gaat en, en hoe jouw eigen leven loopt, dat je dat ook, dat, dat je dat ook onderhoudt, dat je dat voedt. Eh, op precies dezelfde manier als dat je het andere mensen aanraadt. Dus daar zit een stukje bij. Er zit een stukje met mensen bij. Dat kan op school zijn of dat kan met mensen thuis zijn. En dan zit een stukje ook, nou ja, ook presenteren aan. alsof dus dat nou PR is of een preek of een column. Ik schrijf dus wekelijks die column in de weekbladen hier in de regio. Ja, dat zijn eigenlijk zo'n beetje mijn, mijn dingen die ik doe. Ankerpunt in de week ook. Ja, ja. ja en dat, 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 dat betekent dus een avond of drie, vier, soms vijf in de week dat ik ook weg ben. En overdag uh, match dat dan een beetje met je gezinsleven. En probeer je het allemaal een beetje voor elkaar te krijgen. Dus, ja. En dan, dan heb je ook nog eens twee mannen die je willen strikken voor een interview in de studio. Ja, en dat, dat in de week voor Pasen was heel gewaagd, vrienden. Ja, je hebt zelf ja gezegd. Hè. Dus... Klopt, het is een welkome onderbreking. En het is ook heerlijk, jongens, om uh, gewoon lekker over, over dit soort dingen te praten. Ja. In het begin van de aflevering vertelde je ook dat je ook dominee op een basisschool bent. Hoe zit dat? Nou, ik. Ik ben op die school terechtgekomen, gekomen, Julianus Stolberg school. Omdat toen ik in Waalwijk dominee was... toen zaten eigenlijk bijna al onze kinderen zaten op die school. En we hadden ook een aantal uh, leerkrachten die bij ons in de kerk zaten. Dus het was eigenlijk gewoon een hele logische connectie. En toen ben ik daar gewoon een beetje mee gaan lopen. Dus bij de kerstvieringen, bij de paasvieringen, bij de eindmusical. En uiteindelijk kom je er wat vaker over de vloer. En dan hoor je een beetje bij het interieur. Um, en mijn doel was eigenlijk daar gast zijn. Dus nee, ik kon niet zozeer iets brengen. Ik bedoel, dat... dat de mensen zijn tegenwoordig, eh, daar hebben ze groot gelijk in. Die hebben niet zozeer iets van, waar kom jij brengen, ik heb al genoeg. Maar je probeert te luisteren en je probeert te kijken van, god, wat kan ik hier betekenen? Nou, en toevallig de eerste keer kwam ik er meteen eh, op de woensdag vlak voor hemelvaart en pinksteren. Toen zei die leerkracht, ook oh, dat is fijn, kun je dat eens een keer bij ons in de klas uitleggen? Want we hebben geen idee. Nou, dus... Uh, dat ben ik gaan doen en ik ben dus eigenlijk op die school terechtgekomen... dat we uiteindelijk zeiden van, met een, met een groepje mensen... wat zou het mooi zijn om de bijbelverhalen die daar nog steeds verteld worden... dat je daar ook wat verdieping aan geeft. En dat je met mensen gaat zoeken hoe die bijbelverhalen... ook weer betekenis kunnen geven aan het leven van alle dag. 80 tot 90 procent van de kinderen daar, ondanks dat de een protestantse school is... gaat niet meer naar de kerk of heeft iets met geloof. Dus die horen die verhalen en denken, ja, dat zal wel... Uh, en of die vinden dat wel mooi, of die, nou, maar ook niet meer dan dat. En wij proberen eigenlijk een beetje nou, wat verdiepingen aan te brengen. Omdat we namelijk het gevoel hebben dat dat, laten nou, we zeggen. Eh, maak even heel kort de bocht, eh, brug. Eh, net zoals de sprookjes en de verhalen die in de Efteling eh, klinken en verbeeld worden. Maakt dat ook echt deel uit van onze cultuur? Hebben ze ons ook gevormd? Sterker nog, eh, die verhalen hebben die sprookjes ook gevormd. En. Eh, dus dan, dan is het heel belangrijk dat je een beetje voeling hebt voor waar je voor staat. Zeker als je later allerlei keuzes moet maken in je werk. of uh, waar we voor staan als samenleving. Ook in confrontatie met andere culturen. Dan moet je wel eerst weten waar je zelf voor staat en waar je zelf vandaan komt. En dus ook vanuit het stukje burgerschap vinden we het heel belangrijk dat die kinderen meer weet hebben en de gezinnen ook. Van, gut, waar komen al die Bijbelverhalen vandaan? En wat hebben die eigenlijk mij te zeggen over wat waardevol is in het leven en hoe je betekenis kunt geven aan je leven als het meezit of als het tegenzit. Of als je op zoek bent naar een baan of werk. Of bedoel, die kinderen nou? Bedoel, ja, ik zeg nou kinderen, ik ben 30 jaar, ik ben 47. Maar ik denk de wereld is zo veranderd. dat je op een gegeven moment een, 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 een studiekeuze moet maken. Hoeveel verschillende studies er zijn en hoe je daar dan in kunt vinden van, ja, maar wat past nou bij mij eigenlijk? Waar sta ik voor? Je ja, kan van alles doen en ik kan dan denken, nou dan verdien ik veel of dan heb ik een vaste baan of, maar uiteindelijk gaat het er toch om dat je iets van jezelf daarin kwijt kan. Ik bedoel jullie doen dit toch ook niet voor het geld? Jullie doen dit omdat jullie dit hartstikke leuk vinden en wat je je tijd aan wilt besteden. Nou waarom? Nou jullie hebben daar waarschijnlijk over nagedacht, maar heel veel anderen die denken ja. Geen idee. En die raken dan mijn 30ste burn-out. Omdat ze eigenlijk zo'n gevoel hebben: ja, ik doe iets wat eigenlijk niet bij me past. Maar wat past dan wel bij me? Nou, en daar zijn die verhalen. En daar is kan geloof een, een zinnige bijdrage aan leveren, denk ik. Ja, heel mooi. Ja, je je traerde me net wel. Uh, je vertelde: sprookjes komen soms voort uit Bijbelverhalen. Die moet je even uitleggen. Uh, de, die uitspraak was een beetje kort, het bocht. Maar laten we zeggen: uh, sprookjes. Een aantal sprookjes zijn wel ontstaan in een tijd... dat geloof en kerk veel meer deel uitmaakt van het alledaagse leven. Dus ook de moraal daarvan. En dan zie je bijvoorbeeld in sprookjes als Roodkapje. Wat gaat over een meisje dat de eigen weg moet gaan vinden in het leven... en vooral moet zorgen dat ze niet voor de loverboys valt. De wolf. Dat is het verhaal van Roodkapje. Pas op, meisje, pas op. Uh, met een hele ouderwetse moraal, maar, maar dat is wel de achtergrond. De rode schoentjes. Als je daar de oorspronkelijke versie van leest, is het werkelijk verschrikkelijk. Die bloederig, ja. Ja, die voeten worden afgehakt en zo, om die schoentjes uiteindelijk weer. omdat dat meisje kan niet stoppen met dansen. Daar gaat het, daar gaat het om de moraal. Van het gaat niet om het uiterlijk, het gaat om het innerlijk. Uh, hè, dus het gaat niet om dansen. Dat was natuurlijk in een tijd dat dansen natuurlijk ook helemaal verboden was. Dat uh, mocht je in de kerk. Uh, ja, in de kerk sowieso niet. Maar ook niet, hè, dus, uh, laten we zeggen, uh, ook, ook, ook niet buiten de kerk. Dus, dus, dat, dat, dus laten we zeggen, die, die moraal die een beetje gevoed werd door. Maar het kerkelijke leven, die zie je wel terug in de moraal van de sprookjes. Overigens net als ook bij Sinterklaas natuurlijk. Als je die oude Sinterklaas en die eerste Sinterklaas liet van het begin van de vorige eeuw. Ja, dan gaat het natuurlijk echt van, wees wel braaf. Hè, want anders dan krijg je, krijg je straf en dan moet je mee naar Spanje. En uh, maar die Zwarte Piet natuurlijk als een, een hele bepaalde figuur. Nou, laten we die discussie maar niet houden. Maar, hè, dus laten zeggen, dat komt allemaal voort uit de moraal van een bepaalde tijd. Die in die tijd natuurlijk heel erg gevormd werd. Door geloven kerk. Nog even los van het feit dat die hele kerkelijke wereld. natuurlijk ook. Ja, en zeker als je katholieke kerken voorzet. dat heeft ook met, met verbeelding te maken. al die beelden en, en, en ook zo'n kerk die helemaal geschilderd is. En als je dan bijvoorbeeld uh, het, het verhaal bij Villa Volta. Uh, van de bokkenrijders die dan in de abdij van Postel komen en die daar, die daar de kelk en de, en, en, en de kandelaars meejatten. Ja, dat, dat, iedereen voelt daar, bedoel, dat is niet een koude protestantse kerk waar niks te halen is. Dat is echt zo'n heel, heel groot gebouw wat dan donker is midden in de nacht en uh, ergens afgelegen. En, dus laten we zeggen zo'n. Ja, die kerk en die, die kerkelijke sfeer, die, die roept heel veel verbeelding op. Um, en daarom is die heel veel voedingsbodem voor. nou ja, voor allerlei. voor allerlei sprookjes of voor verbeeldingen. in de. In, in, in ook in de Efteling. Ja. ja, ik denk dat we een aardig lijstje kunnen maken. van sprookjes, verhalen, attracties, decors. die toch een beetje kerkelijke roots hebben. Ja, omdat dat in. in dat leven. En daar begint het dan met niet zozeer christelijk geïnspireerd. Maar het was dat maakte wel gewoon deel uit van dat leven. Net zoals Sint-Nicolaas met Sint-Nicolaasplein daar ook op staat. Elze. het is heel, heel logisch. Nou, ja, maar ik denk ook inderdaad aan de Villa Volte, wat je al zei: Meisje met de zwavelstokjes. Maar ook de abdij van Capelle van Kaatsen Waar natuurlijk Dans Macabre in zit. Ook heel kerkelijk. Ja, zeker. Zeker. Maar Erik hoorde er nu al langzaamaan bij de Efteling als onderwerp zo gekomen. Dan moeten we eigenlijk wel beginnen met de vraag waar heel de origin van deze aflevering eigenlijk in ligt. Predikant voor de Efteling Otto. Hoe zit dat nou? Het was wel leuk om dat onder mijn columns te schrijven, om te kijken wanneer valt het mensen op? Want het stond er eerlijk gezegd al een tijdje om. Een hè? tijdje al. Ja, maar de, laten we zeggen, de reden uh, is dit. Als je, als je ergens dominee bent bij een kerk, dan ben je dominee voor een bepaalde regio. Dus laten we zeggen, heel Nederland is in blokjes opgedeeld. En daar zitten kerken. Dat is minstens het ideale idee. Uh, toen vroeger de eerste missionarissen kwamen, dan was het heel simpel. We bouwen een kerk, daar horen die mensen mee, dan trekken we daarna verder en dan bouwen we ook weer een kerk en daar horen die mensen dan weer bij. Dus dat is eigenlijk het oude model. Dus dat betekent dat ik predikant ben voor Sprankapelle, voor Waspik en voor Kaatsheuvel. Want in Kaatsheuvel wonen geen, uh, althans, er wonen wel protestanten, maar er is geen protestantse kerk. Dus Kaatseuvel hebben Sprankapelle en op hoort bij, en loon op bij Tilburg. Dus daar was ik ooit predikant. Dus dan had ik dat ik loon op zand onder mijn hoede en nou Kaatsheuvel onder mijn hoede. Daar wonen ook best wel een aantal mensen die bij ons naar de kerk gaan. Maar dat betekent dus: bij Kaatsheuvel hoort ook de hefteling. Nou, strikt genomen zou je dan nog kunnen zeggen, ik ben predikant van Kaatsheuvel. Want dat, hè, zo heet het maar, om nou op te zeggen, predikant van de Efteling. Dat vind ik ook wel. Dus ik heb altijd gezegd, voor. Want die mensen kunnen er ook niks aan doen, dat ik predikant ben voor. De, dus zeg ik ben dienend. <laughs> dus, hè, dus ik ben predikant voor Sprankepelle Waspik en Kaatsheuvel. En daar hoort dus ook de Efteling bij. Um, en dat vond ik wel een leuke, leuke gimmick eigenlijk. Maar... Iets heeft jou toen besluiten om daar specifiek de Efteling bij te vermelden? Nou, dat was eigenlijk de schuld van een collega. die kwam naar de Vormde Kerk van Sprang. en uh, die kwam ergens heel ergens anders vandaan. en zijn zoontje had daar gezegd in de klas. Mijn vader wordt predikant van de Efteling. Dus dat is ergens in mijn hoofd blijven hangen. Dus toen ik in Sprangkapellen Sprang dominee werd. bij de gereformeerde kerk. Uh, da, toen dacht ik echt van, uh, nou, dat moet ik gewoon, dat moet ik onder die kolom gebruiken. Ook omdat het natuurlijk ook wel iets aangeeft van, nou, ik ben ook dominee op een school. Dus, dus uh, laten we zeggen, ik hou van die, van die verbeeldingen, van die kwinkslag. En het, het is allemaal niet zo van, uh, nou ja, hij is de dominee van dit dorp. Nee, uh, gewoon een beetje, ik, ik, ben, ik ben beschikbaar, ik denk er graag over na, ik vind het een leuk onderwerp, ik doe het graag. ja. Ik moet wel zeggen, toen ik het voor het eerst las, toen deed, me een beetje denken aan. Je hebt natuurlijk best wel een tijd lang gehad dat, dat een ziekenhuis zijn eigen Pastor of dominee had. Of dat Schiphol zijn eigen dominee had. Ik denk, nog zou steeds? De, ja, zou de Efteling nou echt zijn eigen dominee hebben? Ja, dat, dat zou het, mooi wezen. Ja, dat ja. zit dus iets anders inderdaad. Ja. Ja. Waren wij trouwens de eerste die hierdoor getriggerd werden? Of Heb je eerder vragen gehad? Ja, ik heb wel een. Ik, rond diezelfde tijd kwamen er wel een paar mailtjes. Uh, en of jullie dan exact de eerste waren, maar in ieder geval één van de. Ja, in ieder geval degene die er ook uh, rugbereid aan gaven. Ik heb van de Efteling overigens niks gehoord, maar die, die interesseert dat geen bal. En die zijn, die zijn gewoon. Hè, ik heb natuurlijk. Uh, uh, hebben jullie gezien ook uh, wel eens wat filmpjes gemaakt rondom de Efteling? Maar ik mocht dat nadrukkelijk niet in de Efteling doen. Dat is overigens niet helemaal waar. Ik heb ooit een serie opgenomen. Over de profeet Ezekiel. En toen hebben we uiteindelijk bij twee filmpjes. zijn we ochtends om half tien de hefteling ingegaan. Toen was de tijd dat je nog verkleed door de Efteling mocht. want dat mag tegenwoordig volgens mij niet meer. En uh, toen ben ik daar als een oude vent ben ik naar de Sprookjesboom gegaan. Weet ik nog? En uh, toen heb ik nog gezegd van de voegt hij, hoe heet jij? Ik heet ECGL Heb ik toen gezegd: Nou, dat is een grappige naam. Ha, 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 ha. Dus <laughs> dat, zeggen, dat, dat heb ik toen ooit nog gedaan. Dat was in de Efteling, maar dat weten ze niet. Ja, nu wel. Maar goed, enfin, Is verjaard. Ja, ja verjaard. <laughs> <laughs> dus ja, nee, dat. Uh, uh, ja, dus, dus nee, dat. Uh, maar dan ben ik nou wel benieuwd. Wat is eigenlijk dan jouw persoonlijke connectie of, of band met de Efteling? Ik vind het een ongelooflijk mooi park. En uh, wat ik vooral heel mooi vind, is de, is de, is de verbeelding. Die, uh, de, de verbeeldingskracht. Um, het zijn geen uh, platte attracties. die dan, uh, laten we zeggen, allerlei versiering hebben. Um, laten we zeggen, K3-plaatjes. Uh, en dan is dit. Uh, maar er zit een verhaal achter. En ik hou van verhalen. En ik hou van de verbeelding die het oproept. Um, want daar leef ik in mijn vak ook van. Maar ik vind het ook persoonlijk gewoon heel mooi. Dat je, dat je ergens komt. wat. wat, wat ja, ik klink misschien gek bij sprookjes. maar het heeft ook een zekere diepgang. En uh, ik vind het vooral ook verder een heel mooi, heel groen park. Ik vind het heel vriendelijk. He, um, dus ja, het, 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 ik voel me er thuis. Ja. Ja, en er komt iets van het kind in me boven. En dat vind ik ook altijd heerlijk. Ja. Speelt het er daarbij eigenlijk ook nog een rol dat eigenlijk. Uh, de Efteling ook ontstaan is vanuit de kerk. Dat vind ik vooral een heel leuk detail. Maar dat is wel iets wat ik wat ik altijd wel graag herinner en wat ik ook wel eens zeg tegen mensen. Um, en um, volgens mij heeft de kerk ook helemaal geen enkele rol meer, ook niet in de Stichting. Dat hebben ze me wel eens gevraagd, dat heb ik nooit kunnen vinden. Dus als iemand dat weet, dan hoor ik dat nou, graag. Maar volgens mij. Tot vrij recent nog wel hoor. Tot, nou, okay. tot vijf jaar geleden had okay. de kerk daadwerkelijk zetel in de stichting. Ja. En een veto-recht dus. Ook nog? Ja. Ook nog. En hoe zijn ze dat kwijtgeraakt? Door niet te tegen te stemmen toen ze voorstelden om het weg te halen. Denk ik. Ja. Oh, ze hebben, ja. ze hebben even niet opgelet. In goed onderling overleg. Ja. Ik wil graag pik. in het stichtingsbestuur. Dus als er iemand zegt, dan uh, als er vacature is, dan kom ik graag. Maar dit, maar, is, dit is je pitch. Ja, precies. Ja. Nou ja, goed. De, 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 deze, hele, deze hele podcast is mijn pitch. Ja. Maar. Um, ja, dus, dus ik, vind dat vooral, ik vind dat vooral leuk. En dat, dat laat ook een beetje de andere kant zien, ook van de katholieke kerk, die daar veel meer oog voor hadden. Ja, ook voor een stukje, uh, van ja, wat doen we dan verder? En, en hoe kom je via een sportvereniging, kom je op een speeltuin en uiteindelijk komt dat sprookjesbos hier. En dat strijdt niet met geloof. Uh, sterker nog, het, 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 het kan elkaar heel goed aanvullen. En, en daar, daar voel ik me ook heel erg thuis bij. Dat de verbeelding, de verbeeldingskracht die de, die de Efteling heeft en de, de verbeelding die het bij jou oproept, die kan jou ook weer helpen. Om ook met, over andere dingen na te denken. Want ook in geloof gaat het om verbeelding. Niet inbeelding, hè? dat is wat anders. Maar over om, om verbeelding, om. Uh, of dat nou in kunst is, of in muziek, of in gedichten, of in, of in teksten. Maar het is niet plat. Ik, heb, ik zat laatst al een keer een column geschreven. dat ik een gitaar heb gekocht. Een paar weken geleden. En toen zat ik bij die, bij, bij, bij die gitarenman aan de, aan de grote straat in Waalwijk. En uh, toen, toen kwam er net een rouwstoet voorbij. Ik wist ook van wie, want die kerk die ernaast staat, die heb, ook, die heb ik ook gediend. En toen dacht ik, op dat moment van stel nou hè. Dat er geen muziek was geweest. Stel dat er geen poëzie was geweest. Stel dat er nou niet meer was geweest dan alleen van. Dit is Jan, en Jan is 30 jaar of 80 jaar geleden geboren. Jan heeft drie kinderen, en dat wat. Maar dat er niks anders is. Niks van verbeelding van hoop, of woorden bij troost, of muziek die, die streelt of die draagt. Of een hoopvol woord wat ook naar jou toe klinkt, als waren het woorden van de andere kant. Um, iets over hemel of over wat hierna is. Um, waar je met je herinneringen. Stel dat dat er allemaal niet is. Dat mensen zich dat niet kunnen, kunnen verbeelden. Ja, dan, dan is het leven zo ongelooflijk plat. Ik kom wel eens bij crematies. Waar ik dan geen rol heb. En waar kerk ook geen rol heeft. En waar je mensen inderdaad bijna wanhopig ziet zoeken. Van wat hebben we nou meer dan. Onze verhalen en andere hazes. En dan even los, he? de andere hazes kan ook mooi zijn. Ik, bedoel, het, het gaat, ik ben niet zo'n dominee die net als een aantal pastoors vinden dat Frans Bouwen niet in de kerk mag. Tuurlijk, maar, maar als dat het enige is waar je, waar je naar kunt grijpen, die ontlenen daar heel veel levensvreugde en heel veel troost en zo. He? Maar dan zeggen gewoon hele platte, platte muziek of zo. Als, als er niks meer dan dat is. Ik, ja, wat is troost dan? Hoe ga ik hier dan weg? O, en daarom vind ik verbeelding zo belangrijk. En vind ik het zo fantastisch dat, dat, dat zo'n park dat ook, ook leert om, om verder te kijken. Om stil te staan, om te ruiken, om te zien, om te voelen, om te beleven. Ja, dat is mooi. Is dan iets specifieks bij de Efteling? Want in de basis zou ik denken vanuit een kerkelijk oog. En die heb ik niet per se. Dus misschien moeilijk voor mij om. Misschien sla ik de plank mis, maar dan mag jij dan beamen of ontkennen. Dat. Heel veel pretparken en ook eh, kermissen bijvoorbeeld. Dat er vooral plat is en een plek waar mensen zich laten gaan, wat misschien ook niet helemaal hoort bij de gedachten vanuit de kerkelijke oud dus, Nou, ik heb niks tegen plat maken. Als je dat leuk vindt, moet je het vooral doen hè. Uh, maar ik probeer even te verbinden waarom de Efteling mij nou specifiek aanspreekt. En daar merk ik dan van, juist die combinatie van dat een, dat een attractie ook een verhaal heeft. En dat je merkt dat ze daar in alle details wat mee proberen te doen. Dat vind ik ook zo mooi. Dat het vaak tot in de details uitgewerkt is, zelfs bij werkzaamheden. Oh, hè, dan, zijn het, dan, dan zijn het de drie birretjes die, die dat dan doen. En, hoor, maar dat, dat soort, niet, niet zomaar een hek van... ja sorry hoor, je kent er niet in, want we zijn een hotel aan het bouwen. Nee, maar dat je daar, een, dat je daar ook weer iets van maakt. Dat daar, een, dat daar een verhaal achter zit. Dat vind ik, eh, dat vind ik mooi. En ik, ik denk dat dat eerder een contrast is met heel veel plats. Of het nou het nieuws is. en hoeft niet eens plat voor maak te zijn. Maar ook gewoon het leven zelf. Ongelooflijk eendimensionaal af en toe. Gewoon sowieso zo, zo plat geslagen. Want ik moet naar mijn werk en ik moet hard werken. En ik kom thuis en ik moet dit doen. En er is gewoon geen tijd voor een stukje verbeelding. En dan ga ik gewoon dom achter Netflix zitten. Dat mag ook, hè, doe ik ook. Maar dat is dan ook vaak gewoon van geen idee achteraf wat ik nou eigenlijk gezien heb. Maar dat je dat, je, dat er ook nog een andere kant is van het leven. Die je, die je ook iets kan laten voelen. Die je iets kan laten beleven. Die je ja, een, beetje, een beetje naar. De grondtonen van je leven kan, uh, kan brengen. Speelt escapisme daar ook nog een rol in? Even helemaal weg zijn uit de wereld van alle dag, uit de narigheid? Nou, ik maak me eerder zorgen om het escapisme wat ik bij mensen merk in het gebruik van drugs bijvoorbeeld. En ik noem dat hier nadrukkelijk niet omdat ik nou domineer ben Maar ik zie gewoon uh, een enorme acceptatie onder mensen in het gebruik van drugs. En los van wat je daarvan vindt, medisch en allemaal, merk ik wel van, ja, maar dat is nou een stukje even niet hoeven voelen. Dat is, bij de Efteling ga je juist wel dingen voelen. En alsof het nou de kick is van dat je met de bron naar beneden zelt. Ik zou het niet durven, maar een aantal mensen, best. Maar laten we zeggen dat je emoties uitschakelt. Of andere emoties vergroot door het gebruik van verdovende middelen. Dat vind ik escapisme. Maar dat je gewoon nu eens even niet je telefoon gebruikt en om je heen kijkt en lekker in de buitenlucht bent. en gewoon geniet met je vrienden of in je eentje geniet. ja, dat, dat zou ik geen escapisme willen noemen. Nee, ik denk dat het wel is van. het haalt je wel even uit. uit, uit de dagelijkse sleur. Ik denk dat daarom ook zoveel mensen. ook gewoon abonnementen hebben hier in de omgeving. Gewoon dref in en dref uit. We -ja. nou, weten dat heel veel luisteraars. en wij trouwens zelf ook echt wel om die reden. naar de Efteling gaan. eventjes. Uh... Ja, alle problemen die je buiten de Efteling leven, laat je daar. En ik kan me ja. voorstellen dat jij best wel uh, lennige verhalen kunt tegenkomen af en toe. En, uh, en uh, vervelende situaties. En dat je dan in de Efteling daar even gewoon. Ja, dan ben je er even weg uit die gedachte. Ja. ja. Ik ben wel benieuwd wanneer jouw liefde voor de Efteling is ontstaan. Want wat was de eerste moment dat jij met de Efteling in aanraking kwam? Ah, daar heb ik nog over zitten nadenken toen jullie dat in de voorbereiding vroegen en volgens mij was dat toen ik in Veld, ik ben in Veldhoven opgegroeid, en toen zijn we volgens mij een keer met de straat zijn we naar de Efteling gegaan met een bus van Van Gerwe, dat is daar de, de grote busmaatschappij, en toen weet ik nog, ik weet niet waarom ik zo'n detail herinner, <laughs> maar dat zal wel met mijn vader zijn die econoom was, dat ergens nog iets van getallen in mijn hoofd zit, maar toen was het 15 gulden de entree. Nou, dat is lang geleden volgens mij. Ja, dat is geleden, nou, 15 ja. euro is ook al heel lang geleden, maar 15 <laughs> gulden helemaal. En toen zijn we er met een, met, met, met een bus naartoe gegaan. Ik kan me daar nog veel van herinneren. Ja, Sprookjesbos en dat soort dingen. Later dat daar wel Vater Morgana bij kwam. Maar toen kwamen we er eigenlijk al niet meer. En toen ben ik er later eigenlijk pas gewoon toen ik hier kwam wonen. ben ik er eigenlijk weer verder mee in aanraking gekomen. En nou ja, toen hebben we een amendement genomen en, en toen, toen kwam ik er geregeld. Dus het is eigenlijk pas echt tot bloei gekomen toen ik hier kwam wonen. En we hebben al een aantal punten genoemd waarin de Eftelingen in jouw leven is gekomen. Maar je bent nog op een andere manier met de Eftelingen verwikkeld. Laat ik het zo misschien zeggen. Want je hebt gefigureerd in een productie die in de Efteling is opgenomen. <laughs> ja, ja ik weet, het was in een tijd dat ik, uh, dat ik alleen was. En dat ik me ook na een overspannen periode... Heb afgevraagd van goh, wil ik er niet nog iets bij doen? Wil ik niet iets, iets, echt iets anders? Toen heb ik een aantal uh, cursussen gedaan. in een vooropleiding. voor een Kleinkunstacademie in Amsterdam. En uh, toen kwam ik daar ook mensen tegen die, nou ja, die. speelden in allerlei producties, kleine series. Dus laten we zeggen, niet, niet de grote dingen die je voorbij ziet komen. maar daar ook figureerden. En dat leek me in een zomer wel eens leuk. Dus ik heb me toen, uh, ik geloof via Twitter, kwam ik bij zo'n een of ander account die dan figuranten vroeg. En dit was voor een RTL-serie, Het Mysterie Van. Uh, en nou, daar zochten ze in een bepaalde periode dat ik beschikbaar was, uh, zochten ze figuranten. En dat, dat wat het mooie was, dat het dus niet figurant is zoals bij Flikker Maastricht en zo. Wat een, wat een koorlid van mij ook vaak wel doet. Ja, dan ben je een van de velen ergens in een of andere... Maar dit was echt gewoon heel klein. Dus, dat, dus je, je, ja, je bent ook te zien. En dat is gewoon grappig. Uh, en, en dan kom je ook echt... Da, da, ja, kom je in zo'n zo zo set, kom je uit. En wat ik ook heel leuk vond, dat was om ook gewoon een beetje te zien van hoe werkt dat nou? Ja. Ja, want je maakt zelf natuurlijk af en toe ook wel eens filmpjes en dingetjes. En dan, dan zie je nou hoe zo'n regisseur ermee omgaat. Hoe die, hoe, die, hoe die beeld bepaalt. Hoe die het geluid erbij doet. Nou, dat vond ik gewoon hartstikke leuk. Dus op die manier kwam ik inderdaad in de Efteling terecht. Uh, mocht, er, uh, mocht er niks van filmen. Mocht er niks van fotograferen. En ik was zo ongelooflijk stom. Om in der tijd het ook niet... Ik had het wel opgenomen. Maar ik had het niet ergens op een, op een, op een dvd had ik het gezet. Dus ik was het kwijt. Dan hebben jullie me nog geholpen om te kijken van, kunnen we dat nou terugvinden? Nou, dat konden jullie niet terugvinden. En uh, ik had hem hoop ook al opgegeven, want ik had een mailtje gestuurd naar RTL. En die hebben daar nooit op gereageerd. En toen verdraaid, joh, een paar maanden geleden, mailde er ineens iemand terug. Ik Geen idee hoe ik in een mailbox zit, die, dat iemand na twee, drie jaar denkt, laat ik nog eens even kijken of daar wat mails in zitten. Maar er had iemand, die had dat eruit gevist. En die had gezegd, ik heb het gevonden. Zo, dat is mooi. Zeg, wil je het hebben? Ik zei, tuurlijk het hebben. Kostte 65 euro per aflevering. Zeg, doe maar. Uh, en die heeft van alles zitten te knippen en monteren. Want er zat een heel spelprogramma omheen. En uh, die heeft mij dat uh, toegestuurd. Dus, uh, ja, het was hartstikke leuk om dat, uh, om dat weer te zien. Ja, en ik vond dat zo leuk om dat weer te zien. Omdat ik denk, Jij mijn dochter van bijna zes. Die wil natuurlijk wel laten zien dat papa ooit, uh, ooit ridder is geweest natuurlijk. Want uh, ja. welke productie was het? Mysterie van. Ah, kijk. Ja, er zat een heel spelprogramma omheen. En volgens mij was dat 2014 uit mijn hoofd. Dat is heel lang geleden. Ja, jij, jij hebt me wat beelden laten zien, inderdaad. Jij hebt me wat, wat toegestuurd. Maar uh, welk, in welke rollen mocht je figureren, binnen welke verhalen? Uh, ik, uh, de, uh, ik geloof dat het uh, heette. Uh, nou, het was Sint Joris en de Draak, maar de draak kwam weer terug. Uh, het, precies de titel weet ik niet meer, maar laten we zeggen, de draak komt terug. En uh, iets over de rode schoentjes. En bij, de, bij, de, bij St. George en de Draak was ik een van de ridders die dan naar, een, naar, een, naar een, de smid moest om daar ook weer een zwaard te gaan halen. Want de Draak was weer terug en die moest verslagen worden. En bij de Rode schoens was ik gewoon iemand die aan het vegen was. Dus dan zie je mij zo door, het, uh, heen, uh, door de scène heen uh, vegen met zo'n ouderwets beetje... Volgens mij deels opgenomen bij Ravelijn? Nee. Nee. Uh, nee, joh, dat was. We kwamen binnen achter bij. Uh, bij de. Bij de winkel bij Carnival Festival. Het hebben we niet heel veel gelopen. Het, 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 dat is wat mij ook altijd opviel. in, in Laten we zeggen, in die productie. Want Ik heb later nog in een speelfilm uh, ge, gefigureerd. Uh, Dorstvoer voor confetti. Dat is geen vrolijk verhaal. Maar. Um... Dat die sets vaak heel klein zijn. Dus dat je inderdaad denkt van, van alles omheen. Maar die sets zijn vaak gewoon een paar vierkante meter. En omdat ze het zo dicht filmen heb je het gevoel dat daar heel veel achter zit. Maar dat is helemaal niet waar. Dus het waren gewoon echt hele kleine... Hele kleine en volgens mij die, die rode schoentjes ergens bij de draaimolens geloof ik of zo. Als je maar gewoon een beetje een sfeer hebt van wat oude huisjes en wat, wat dingen. Nou ja, dan, dan, dan ben je er al. Ja. Ik vind het trouwens wel mooi dat je consequent Sint-Joris in de draak zegt. Uiteraard. Dat zit er bij ons niet helemaal in? Of? Ja, nee, maar dat. <laughs> uh, ja. Dat is natuurlijk een oude legende. En een legende, weten wij, is eigenlijk een sprookje met een christelijke oorsprong. Ja, ja, of de ja, ja. Ja, ja. ja het, het, het zijn strikt genomen, als je het over Sint-Joris hebt, dan zijn het ook heilige verhalen. En dan zijn het ook heiligen die volgens de kerk ook bestaan hebben en ook iets gedaan hebben, sterker nog, die na hun dood ook nog een bepaalde werking hadden op mensen, waardoor ze dus heilig zijn verklaard. Dus dat betekent wel dat in, in, in de ogen van de kerk het een bestaand iemand is, waar dan natuurlijk allerlei aangedikte verhalen over bestaan. Maar goed, er, er, er zit wel een zekere realiteit achter. Daar kun je historisch van alles van zeggen. Dat doen we maar niet. Ja, die draak is misschien als een aangedikt element in het uh, verhaal. Ja. ja. Nou, op zich vind ik deze wel interessant om even beter te pakken. Want we kennen natuurlijk allemaal het, het verhaal van Joris en het draak zoals dat verteld wordt in de Efteling en zoals dat verteld wordt in veel nou ja, boeken en series tegenwoordig. Maar wat is daar dan het, het kerkelijke element in in dat verhaal? De essentie van het verhaal voor de christelijke traditie is de strijd tussen goed en kwaad. En dat je die strijd af en toe moet voeren. En eh, om niet meteen de wereld er helemaal bij te halen, want dan wordt het zo, zo diep tragisch. Maar laten we zeggen, ook zo'n conflict als nu in Oekraïne en Rusland. Eh, maar ook een strijd om vrijheid. Eh, maar ook gewoon in je eigen, eigen leven. Wat is goed? En wat is goed om te doen en wat is goed om te laten? Het gaat niet eens zozeer meteen om fout. Maar er zijn allerlei dingen waarvan het verstandig is om daar af en toe eens wat langer over na te denken. Dat je ook erkent dat niet alles goed is. En dat er, dat er tendensen kunnen zijn, die kunnen langzaam in een samenleving sluipen. Um, waarbij je zegt, ja, maar dit gaat echt de verkeerde kant op. Hè? Um, en of dat nou gaat om heel simpel omgangsvormen, dus de verruwing in de samenleving. of om een stukje polarisatie, of zelfs dat, dat, de, dat, ja, dat democratie uh, en, en het vertrouwen. Uh, uh, gewoon in, in, in elkaar ook dat dat, uh, dat dat misgaat dat je dan op een gegeven moment ook denkt verwacht even, maar dit is, een, dit is veel meer dan alleen maar een, een concrete situatie een strijd die we echt met elkaar moeten voeren uh, om het goede uh, en niet zozeer dat ik gelijk heb en jij niet, nee een strijd om het goede waarin iedereen in vrijheid kan leven dat zijn dingen die, die uh, wat laten we zeggen waar zo'n verhaal dan, 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 dan over gaat uh, of bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk uh, in de cultuur nu een uh, hele sterke discussie over grensoverschrijdend gedrag. En wat daar allemaal gebeurd is. En dat het niet zomaar iets is waarvan je zegt: ja, dat is allemaal een beetje misgegaan. Uh, maar ook dat je, dat je niet zomaar zegt: dat is de boeman en, da en dan is het opgelost. Nee, als dat echt een, echt een cultuurprobleem is. Dus uh, iets, iets wat, wat we met elkaar over het hoofd zijn gaan zien, hebben toegelaten enzovoort. Dan is dat een strijd om het goede. En gezegd tegen het kwade, wie dat dan ook is. Nee, dan moeten we met elkaar kijken. wat is nou de strijd? Uh, wat is het goede? Waar, waar moeten we voor gaan? Uh, ho hoe kan iedereen veilig opgroeien? Hoe kunnen kinderen veilig opgroeien? Nou, dat, is, dat, dat zijn voorbeelden van strijd tussen goed en kwaad. Waar, waar zo'n verhaal als Sint-Joris en de Draak uh, over gaat. Dat het niet zomaar is dat dat. Dat dat kwade, ja, dat dat allemaal maar subjectieve... Nee, dat is, dat is soms echt ook gewoon een beetje iets van een macht. En dan moet je soms tegen vechten. Ja, dus die draak waarvan ik net zei, die is dan misschien aangedicht. is eigenlijk misschien een metafoor voor welk ja, probleem er dan misschien leeft op het moment. Er zal niemand in de christelijke traditie zeggen dat er een draak was. <laughs> nee. Maar dat die draak, dat die, die staat ergens voor. En dat is ook de verbeelding hè, waar het geloof over gaat. Ik zou ook heel vaak... Ook als ik in de, de klas bijbelverhalen vertel, dan vragen ze natuurlijk heel vaak van, maar is dat nou zo gebeurd? En dan zeg ik, nou, zoals het er staat is het niet gebeurd, maar het is wel waar. En dat, daar zit precies net even die nuanceverschil, dat je denkt van, wat is die draak dan? Maar dat is natuurlijk ook een enorme overeenkomst met sprookjes, want daar, de wolf die kon praten heeft natuurlijk ook niet echt bestaan, maar die liep er ook rond. En de draak in dit geval is ook zo iemand die of iets wat de maatjes weggehaald bij de burgers. En dat is natuurlijk ook een vrij duidelijk kwaad. Dus die metafoor, die, die zit in al die verhalen eigenlijk. Ja, ja. zeker. Ja. Even terug naar dominee Otto op het witte doek. Jij vertelde in het begin dat jij een, een vlogserie hebt opgenomen bij de Efteling. Kan je daar eens wat meer over vertellen? Ja, het was een zomer. Ik denk in 2017 of 2018 dat ik eigenlijk een zomerserie wilde opnemen. Het is 2017, want Symbolica stond op het punt om open te gaan. Precies, en die heb <laughs> ik toen gebruikt als, 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 als Pinksteren. Daar ben ik toen mee begonnen. Pinksteren is het, is het verhaal van... het verhaal van Jezus gaat de hele wereld in. In alle talen, en God spreekt ook jouw taal. en Dus dat verhaal gaat de hele wereld in. En dat is ook een tijd waarin ook, we nu merken... mensen gaan dan echt op uittrekken. Dus ook naar de Efteling... En dus ook naar symbolica, want dat zou dan open gaan. En ik dacht, er zitten zoveel, zoveel overeenkomsten tussen de, de thematieken van sprookjes en de thema's van geloof. dat je daar heel makkelijk. Uh, iets, mee, iets mee kan. He, dus of het nou is, de achtbaan die je wel eens meemaakt in je leven, als er van alles gebeurt en dat buitelt over elkaar heen, ja dat vond ik al mooi om daar gewoon, dat heb ik buiten de hefteling gedaan aan de rand, kon je zo mooi met achter, op de achtergrond de achtbaan zien. Uh, heb ik daar dus ook iets opgenomen over ja, hoe ga je om met de achtbaan in je leven als je, als, je die, als je die meemaakt. Nou, dat, dat, vond, ik, dat vond ik heel mooi uh, um, mooie. ...onderwerpen Om dat te doen. En dat, dat is precies die verbeelding die dat, dan ook, die dat dan ook oproept. Bij iedere video was er een linkje met de Efteling. En daarna ging je dus door over een onderwerp. En mochten ja. mensen dit nog willen zien? Deze staan nog online. Is wel onderdeel van Mijn Kerk YouTube? Ja, maar ze staan op mijn uh, YouTube-kanaal. Heb ik ze even gebundeld. Ah, oké. Okay, okay. Dus uh, daar staan een playlist met uh, Efteling. Kijk, dus die een link in de show. notes kunnen mensen het nog uh, zelf even checken. Ja. Maar je bent er niet mee doorgegaan. Het was eigenlijk een eenmalig project. Het was een eenmalig project. Daar zou je nog heel veel meer over kunnen doen. En dat zou misschien ook wel heel erg leuk zijn. Maar ja, op een gegeven moment dan roept de rest van het werk ook weer. Uh, zo werkt het ook. Maar ik denk dat er wel veel meer. Er heeft altijd wel iets in mijn achterhoofd gezeten: van uh, er zit veel meer in. Uh, er zit veel meer in de sprookjes, in de verhalen. Alleen wat je natuurlijk altijd krijgt, is dat op het moment dat je het over sprookjes gaat hebben, dan zijn mensen, zeker in de kerk, heel gevoelig voor. Ja, maar de Bijbel staat geen sprookjes in, hè? Het is wel een groot verschil. Dus ja, dat is waar. Maar voor mij zit een stukje van die verbeelding. Hè? Laten we zeggen, het verhaal van Roodkapje is voor mij van andere waarde dan het verhaal van de geboorte van Jezus. Ik denk dat iedereen dat ook wel snapt als ik dat zo zeg. Uh, maar op het moment dat je het gaat hebben over sprookjes en over geloofsthema's, dan, 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 dan verwatert dat onderscheid wat. En dan worden mensen een beetje gevoelig. En dan is ook de vraag, ja, maar wat is nou echt en wat is nou niet echt? Want iedereen weet ook, sprookjes zijn verzonnen. Um, en geloofsverhalen. Ja, hoe leg je dat dan uit als dat dan niet helemaal waar is zoals het er staat, maar dat het wel waar is, en dat het ook iets met God te maken heeft. Dus dat het ook iets echt met een andere waarheid, iets, iets met wat bestaat te maken heeft. Nou, dus daar, daar, daar kom je op een, op een gevoelig vlak. Uh, en voor je het weet, ben je voor de mensen die van de Efteling houden te kerkelijk, en ben je voor, um, um, ben je voor mensen in de kerk, een dus dat is, daar moet je goed over nadenken hoe je dat, hoe je dat doet. Ik denk dat een gemene deler tussen Bijbelverhalen en sprookjes wel is dat het allebei verhalen zijn met een sterke moraal. Ja, en met heel veel verbeeldingskracht. En ik denk dat dat, euh, laten we zeggen, ik vind sprookjes een goede manier om die verbeeldingskracht te trainen. om daarna ook met Bijbelverhalen aan de gang te kunnen gaan. Ja, ja. En, en die metaforen waar jij net over had, Paul, die kom je natuurlijk ook in, in beide tegen. Ja, het is natuurlijk zo dat soms door er juist zo'n metaforische twist aan te geven, als dat iets is wat bestaat als concept, daar kunnen verhalen veel beter blijven hangen. Worden ja, ga je er veel meer bij verbeelden en blijft het dus ook weer beter plakken. Dus ja, ja. Nou, we hebben een hoop raakvlakken gevonden, inderdaad. Ja, ja en, en je kunt denk ik makkelijk parallel naar het heden trekken. Kijk naar het, het sprookje van Roodkapje. Nou, en we hebben het al gehad over die moraal van uh, Roodkapje: pas op voor de boze wolf, maar dat kan ook zijn pas op voor slechte Ja, Ik moet dan gelijk denken aan meisjes die nu s'avonds op pad moeten. Pas op voor wie je tegenkomt onderweg. Ja, maar ook uh, de geldwolven. En, en de, de, de mensen die bij The Voice of bij uh, waar dan ook uh, misbruik van je maken. Hè? Dus de, de, dat, dat uh, ja. En de, de, laat me zeggen, het is dan niet alleen maar een verhaal van pas op... want dan wordt het heel moralistisch van, maar... En dat waren die verhalen natuurlijk ook wel. Dat was zo van, ja, een voorschrift en verder geen uitleg. En ik zou dan graag willen doorpraten over, ja, maar wat, maar wat betekent dat dan? Ja, en, en hoe, ik ben ook vertrouwenspersoon op een basisschool. Uh, en daar speelt die boze wolf natuurlijk anders, hè, want dit, dit, dit gaat over een meisje, het heet niet voor niks Roodkapje, dus dat is een puberend meisje, uh, dus die is die, die ouder. Maar het gaat ook wel over van, en hoe leer je onze kinderen, jongens en meisjes. Um, om nee te zeggen, om aan te geven wat ze willen, dat hun lichaam van hen is. Uh, want het gaat natuurlijk niet alleen maar over de seksualiteit in de zin van jonge meisjes, dit gaat ook, over, he, het gaat ook over misbruik, het gaat uh, nou, van alles. Um, en alles waar je je kind voor wil behoeden. Um, en daar is het heel goed om, om kinderen niet zozeer met een geheven vingertje moralistisch, want die tijd zijn gelukkig veranderd van: pas op! Maar dat je kinderen leert van jouw lichaam is van jou. En jij mag nee zeggen. En wat zeg je dan? En als er dan toch iets gebeurt, naar wie ga je dan? Dat doen we vanaf de kleuters al. Dat is buitengewoon belangrijk. Niet omdat het meteen seksueel is. Nee, joh. Gewoon omdat je leert, li jouw lichaam is van jou. Nou, dat, dat, zo gaan wij daar nu mee om. En ik denk dat dat een hele moderne moraal is. Zeker, ja. Wat ik nog wel wil weten, is je hebt die vlogs gemaakt. En de Efteling is daarbij de Rode Draad. Ja. Waarom ben je op dat moment bij de Efteling uitgekomen? Is het toch omdat de Efteling echt iets is. Wat, wat bleef bij jou en dat daardoor die, die link snel gevonden? Ja, wordt? dat triggert mij, dat vind ik mooi. Uh, en natuurlijk ook omdat je ook een aanknopingspunt zoekt. Bij, uh, bij de blaemswereld van mensen. Dus toen ik bij die internetkerk zat, zat ik dan niet met allemaal mensen die toch wel naar de kerk gaan. Nee, die internetkerk was bedoeld om op het internet te zijn, waar heel veel mensen op zoek zijn naar zingeving. Die kennen misschien beter de Efteling dan de kerk. En daar probeer je een link te maken. En dat is in al het pionierswerk wat ik doe, zo, ook op school. Van je probeert te starten bij waar mensen zijn. Nou, die gaan naar de Efteling of die gaan ergens anders naartoe. En die trekken erop uit. En hoe heeft dat ook te maken met nou, een stukje betekenis vinden, een stukje zingeving. Ja, dus. Uh, het is niet van kom bij mij naar de kerk want ik heb een goed verhaal, maar hé, hey, ik maak hetzelfde als jullie mee daar en daar. Ik hoor van alles, ik hoor van alles van jullie en ik verbind dat met iets van geloof. En daarom ben ik bij die efteling uitgekomen omdat ik dacht, nou ja, dat is waar mensen veelvuldig naartoe gaan of dat zegt mensen wat, dat spreekt mensen aan. Uh, het staat ook leuk op social media, dat snap je ook. Uh, maar dat 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 het dus is van: hé, hey, dit is iemand die ons leven verbindt met geloof. Nou, dat is eigenlijk mijn hele, mijn hele missie. In alles wat ik doe. Om dicht bij mensen te staan bij wat zij meemaken. En van daaruit de verbinding te maken met: hé, hey, dit is een verhaal wat gaat over jou. Oh, vertel maar. Nou, goed, en dan, dan ga ik. Ik wist niet dat er een snijpunt tussen theologie en marketing bestond. Maar dit lijkt er wel echt enorm op. Super interessant. Ja, nou ja, als Zolang je marketing maar niet ziet als een trucje. en, uh, en, en laten we zeggen, de echte marketeers. Die, die worden ook altijd laaiend. als je zegt dat het een trucje is. Maar dat zeg, dat zeg, dat zeg ik er altijd wel bij. Uh, en de echte marketeer wil dat ook niet. Het gaat om de inhoud van je verhaal. Maar dat je daarbij wel heel goed nadenkt. over waar zijn de mensen. Ja. bij wie je dat verhaal kwijt wil. Vooral daar, ja. 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 Hey Otto, we hadden had net al over een aantal zaken in de Efteling die uh, de kerk raken. Uh, we hadden het net bijvoorbeeld over een aantal sprookjes die uh, qua moraal overeenkwamen. We hebben het over Sint-Joris en de draak gehad. Maar we hebben natuurlijk ook Vila Volta die uh, vrij expliciete verwijzingen naar de kerk heeft en zo. Hoe, hoe sta je daar tegenover als dominee? Het spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding. Zeker in die tijd. Hè, dat, dat, dat die bokkenrijders, dat is natuurlijk een element. Dat is niet verzonnen. Uh, dat was ook iets. Nou, daar is dat verhaal mee aan de gang gegaan. De abdij van Postel spreekt in deze omgeving natuurlijk ook enorm tot de verbeelding. Uh, en ja, Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je uh, het zilver uh, uit, uit de kerk gaat jatten. Maar dat is ook de moraal van het verhaal, dat dat niet helemaal de bedoeling was. Uh, dat dat je achtervolgt. Dus wat dat betreft uh, hebben ze daar genoeg onder geleden, <laughs> zullen we zeggen. Uh, maar ja, uh, nogmaals, het is. Het is gewoon een deel van, van, van de wereld van die tijd en het spreekt tot de verbeelding. En dat dat nog iets van die kerkelijke sfeer terughaalt, vind ik op zich wel mooi dat mensen nog steeds horen dat dat gewoon deel is van onze cultuur. Dat is een beetje historiserend, hè? natuurlijk, de Ja. En er werd geroofd bij de katholieken, hè, dus dat maakt niet zoveel uit. Ja, ja. maar de protestant was niks te halen. Nee, <laughs> precies, dat is een beetje het punt. Ik heb er ook wel eens laten vertellen dat binnen bepaalde stromingen binnen het christelijk geloof, dat, dat een park als de Efteling juist ook als heel erg verwerpelijk wordt gezien. Is dat nou zo? Bestaan er stromingen binnen het geloof waar dat het geval is? Of is dat een broodje-aap verhaal? Nee, het is geen broodje aapverhaal. Um, en ik denk we, denk, we hadden het net ook over uh, het, 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 het dansen en zo. Want natuurlijk vroeger uit en boze was. Ook dat je dat, uh, dat, je dat er buiten deed, dat, dat, dat buiten de kerk dat, dat zou je maar kunnen verleiden tot allerlei levenswijzen die niet uh, des kerk's zijn. Uh, en ja, het zijn allerlei stromingen die. Nou ja, laten we zeggen, wat achterlopen en, en, en daar nog steeds wel, wel, wel moeite mee hebben. Net zoals er ook stromingen zijn waar je geen tv kijkt en dat soort, dat soort dingen. Um, gewoon vanuit het idee dat alles wat met vermaak en met frivoliteiten en met uh, allemaal luchtigheden te maken heeft, dat je dat maar zou kunnen af laten dwalen van de dingen waar het echt om gaat. Uh, ja, dus die stromingen zijn er zeker nog wel. Uh, en goed, het, dat is verder aan een ieder om daar uh, zijn eigen weg in te vinden. Maar ik begrijp in ieder geval dat het binnen jouw stroming geen, uh, geen bezwaar is. Nee, nee. We hebben al een aantal voorbeelden gehoord van hoe de Efteling in jouw werk terugkomt. Je hebt die vlogs gemaakt bijvoorbeeld. En je, hebt, uh, je schrijft de columns die je dan ondertekent ook als uh, dominee voor de Efteling. Of predikant voor de Efteling. Ja. Zijn er nog meer plekken waar de Efteling terugkomt in jouw uh, rol als dominee? Niet heel specifiek, behalve dat ik natuurlijk wel um, uh, ook dominee ben op een basisschool. En daar, voor die kinderen is de Efteling natuurlijk wel. Zeker hier. Er hebben heel veel abonnementen. En dan komen er heel veel hier. Uh, ik zeg hier, we zitten niet in de Efteling. Maar goed, dat gevoel heb ik een beetje. Dat we in de Dependant <laughs> zitten nu van de Efteling. Um, maar dat. dat dus, dus laten we zeggen, je hebt het er wel eens met ze over. En, en het is ook. Uh, hè, ik vraag ook vaak in de klas. Als ik dan ergens kom, het is bijna vakantie, waar ga je naartoe? En heel veel zijn heftelingen. Dan vraag ik waarheen dan? En, en dus, dus het maakt deel uit van de belevingswereld van die kinderen. En dus is dat ook belangrijk voor mij. Uh, om wanneer ik met die kinderen wil praten over wat hen bezighoudt. en, en hoe dat eventueel een link met geloof zou kunnen hebben. ja, dan, 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 dan gaat het daarover. Maar verder uh, op zich niet. Behalve dat, nou ja, we hadden het net ook over, uh, over die figurantenrollen. Dat ik dat hele theatrale aspect ook wel heel leuk vind. Ik, ik, heb, ik heb een vooropleiding gedaan voor een kleinkunstopleiding. Daar heb ik met heel veel mensen samengewerkt. En ik heb ze later ook gevolgd in hun studie. En er zitten er heel veel bij die dit soort rolletjes zijn gaan doen. Als in de Efteling. Dus of dat nou soms kwamen ze bij commercials terecht. Maar veel vaker kwamen ze bij dit soort dingen terecht. Dus al die. Al die uh, jongens en meiden die ik daar in, 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 in een Sprookjesboomtheater zie. En, en het door een Efteling zie lopen. daar voel ik me mee verwant. omdat ik weet, oké, okay, dat, dat zijn hun eerste, hun eerste baantjes. of ze hebben hier meer werk van gemaakt. of met hey, de Winter Efteling was ze dat duo Zang en Gelukkig. Nou, daar zag je ook verschillende samenstellingen van. Dan weet je ook, hé, hey, die, die hebben dat met elkaar opgepakt. vanuit de opleiding om, om wat te gaan doen. Uh, dat geeft ook een zekere continuïteit aan, uh, aan, hun, uh, aan hun werk. Nou ja, en, en, en dat, dat, dus daar, daar voel ik me dan ook wel mee ja, verwant. En dat, 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 ja, ik vind dat gewoon hartstikke leuk. En ik, 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 ik voel ook de, 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 de vreugde waarmee ze het doen. Omdat het ook allemaal geen platte rollen zijn. Dus je... je, je, je je merkt soms ook in: ik kwam laatst kwam roodkapje en de vaak hier tegen. En die zaten een beetje met elkaar te dollen. En dat vind ik het allerleukste: als ik ze met elkaar zie dollen. En, en soms zitten dat in hele kleine dingetjes. En dat zie ik dan omdat ik, omdat ik weet hoe het. Hoe, hoe het gaat. En, en dan, dan zie ik ze even uit hun rol stappen en even dan zie je ze dat ze op elkaar ingespeeld zijn en dat ze even elkaar een lekkere sneer geven. Of, of je hebt die voorstelling al een keer eerder gezien. En dan denk je, dit gaan we even anders Maar dat doe jij expres, vriend. Dat doe jij expres om gewoon even een beetje. Hè, dus, eh, en, 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 en dat vind ik, ja, dat vind ik, dat, dat, dat vind ik hele leuke dingen. En, en ja, dat, daar, daar, ja, daar geniet ik van. En denk ik, ja, ik zou het zelf ook wel willen doen. Maar ja, goed, die tijd is geweest. Ja, ik, kan, ik kan me voorstellen dat je ook wel een liefhebber bent van de Sprookjesboomshow dan. Ja, dat vind ik geweldig. Dat vind ik geweldig. Ook om te om de, de zien hoe dat... Nou, sowieso, mijn dochter geniet er enorm van. Dus ik, ik ben nog wel benieuwd wat die daar nou, nou mee gaat doen. Maar ik vind het ook gewoon leuk om te zien... Ook omdat... Het is allemaal geen, geen plat theater. En je ziet hoe het gemaakt wordt. En hoe ze tussen stemmen wisselen. En hoe ze met decor werken. En ja, dat, 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 dat. je ziet dat hele concept. En dan denk je: gut, dat is, dat is mooi. En hoe doen ze dat met het publiek? En er zit er altijd. Af en toe zit er één joliger binnen die denkt ik ben leuker dan jullie. En hoe je, hoe je dat dan. Hè? Of, of bijvoorbeeld er is er eentje bij die komt altijd. En die zegt al bij voorbaat zegt al, uh, dingen. En hoe ze daar dan mee, mee omgaan, hoe ze dat op improviseren. Geweldig. En dan toch de baas blijven. Want dat is natuurlijk. Hè, je moet baas zijn van je eigen spel. Nou, dat vind ik geweldig. Hartstikke leuk. Nou. Er zitten toch diepere lagen in dan dat de, de meeste mensen zien, denk ik. Ja. <laughs> maar wel als je vaak komt te gaan, dat soort dingen wel opvallen. Ja. Maar nooit gedacht tegen, ik moet toch ook iets gaan doen met handpoppen. Jawel! Ja, ik heb er een, <laughs> Benny. Jazeker. Oh. Ja, ja, ja. Ik, ik, ben, uh, um, ik heb ooit in mijn, uh, in mijn uh, specialisatie gedaan over, nou, inderdaad, wat, wat ik dan maar even noem: dat pionierswerken. Dus van hoe. Hoe kun je, of het nou op internet of op school is, hoe kun je bij mensen met hen meeleven en dan vervolgens iets proberen op te diepen? Van nou ja, wat, wat geloof voor je kan betekenen. Nou, en uh, daar ben ik uiteindelijk ook met een poppenspeler in aanraak gekomen Thijs Vlaardingenbroek. En die, die doet heel veel voorstellingen voor, uh, voor kerk en op scholen. Uh, enfin. En die had ook een handpop. En uh, daar liet je van allerlei dingen in doen. En die, ik heb toen later van mijn medestudenten zo'n pop gekregen. Uh, en uh, die gaat nu altijd met me mee als ik naar kerkdienst ga. die heet Benny. En Benny gebruik ik bij dat moment bij de kinderen. Want wat is zo heerlijk? Benny kan alles zeggen wat ik niet kan zeggen. Dus ja, die bedenkt de gekste dingen. Uh, en en het, het gekke is dat oudere mensen dat ook leuk vinden. Ik dacht, nou ja, toen ik uh, zeker door in spank kwam, en, uh, dat ik, uh, en Tilburg vond ze het fantastisch. Die nou ja, goed, fruit, maar, maar dan kwam ik hier in spank en toen dacht ik, nou, uh, kijk wat ze daar. Maar die vonden dat ook leuk. Uh, dus Benny komt altijd mee. Benny moest zelfs een keer naar een huwelijk meekomen. Want ja, dat, uh, goed, dus Benny een strikje om. En, uh, af. Dus, uh, 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 dus ja, dat, 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 dat vind ik wel hartstikke leuk. Dus daar, 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 daar zit ik af en toe wel een beetje mee, uh, mee te spelen. Maar ik vermoed dat mensen nu ook gaan denken: wat voor dominee ben jij? Nou, kom eens kijken. Ja, meteen wel een mooi uh, haakje, denk ik. Want een van onze standaardvragen zijn er dingen die je uit de Efteling meeneemt in jouw dagelijks leven van je werk. Maar is het poppenspel dan wel iets wat je daar een beetje afkijkt van wat, wat je allemaal kunt doen? Ja, ja dat, 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 dat vind ik ook wel heel leuk hoe dat, uh, hoe dat in de Efteling inderdaad gebeurt. En ook hoe je. Uh hoe je ziet en want we gebruiken die poppen ook op school bij het vertrouwenswerk omdat je soms wel eens merkt dat kinderen het heel moeilijk vinden om tegen volwassenen iets te zeggen wat hen dwarszit en dan gebruik je die pop als intermediair en uh, zo'n pop is uh, die, die laat je de rest vergeten als je het goed doet hè? dus je ziet in sprookjesboomtheater zie je natuurlijk een acteur met een pop en dan moet je eens opletten hoe je op een gegeven moment niet naar de acteur kijkt maar naar de pop en dat die pop dus zo levend wordt dat je de hele acteur erachter vergeet. Um, en dat is wel mooi, hoe je dus inderdaad een pop echt tot leven kunt brengen. He, maar dan moet je niet tot het uiterste voeren. Ik bedoel, dat thuis op school zeggen ze dan nog steeds af en toe: van ja, maar je hand zit erin, weet je wel, gewoon die beide handjes. Maar als je ermee, dan gaan ze er wel mee praten. En dan, nou, dat, 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 vind, ik heel, uh, dat vind ik heel mooi. Ja. Zijn er zo nog meer dingen die je uit de Hefting meeneemt in je dagelijks leven? Of die je misschien inspireren? Ik denk inderdaad, verhalen vertellen. Dat, dat, dat is gewoon wat ik, wat, ik, wat ik heel graag doe. En waar, waar, ik, waar ik ook altijd wel een beetje van kijk. Van, goh, hoe, hoe worden die verhalen dan verteld? Wat voor, wat voor details gebruik je? Hè? En, en aan de ene kant, goed heb je nou ook gemerkt. Ik kan honderd uit vertellen. Dus zet vooral een stop op mij op een gegeven moment. Maar het is wel de kunst om een verhaal. Zo te vertellen dat het gaat leven. Dus dan is het niet. Ik, ik ben ook een beetje zakelijk. Zo, zo zit ik in elkaar. Dus ik kan ook gewoon recht wam naar de boodschap gaan. Maar probeer het nou eens een beetje. Probeer het eens wat kleurrijker te maken. Letterlijk of figuurlijk. Probeer eens mensen ook iets te laten voelen. Te laten ruiken. Te laten zien. Voor zich zien. En probeer zo een verhaal op te bouwen. Euh, dan, dan gaat het leven. En, en dat is wat je, wat je in de Efteling ook wel kunt kunt meenemen uh, van oké, okay, vertel dan nou niet direct een verhaal, maar probeer dat, probeer dat uit te venten. Op allerlei manieren. En dat is natuurlijk mooi, ook, 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 ook in lange wachtrijen. Hoe, hoe het dan niet is van nou, het is nog 15 minuten of het is nog een half uur, maar dat daar allerlei dingetjes in zitten, dat, dat, dat er al hints worden gegeven, dat alles... Dat het niet zomaar een hal is waar je naar aan het wachten bent. Maar dat dat al een opmaat is naar waar je uiteindelijk naartoe gaat. Vandaar dat ik altijd zo doodzonde vind dat iedereen een hand op zijn telefoon zit. Want je kunt van alles meemaken met elkaar. Ook tijdens dat wachten. Helemaal mee eens, ja. 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 Want, ik heb een vraag voor jou. Die sommige van onze gasten beantwoorden. Die heel erg oppervlakkig. Andere heel erg diep <laughs> gaat. Maar ik durf maar jou zeker wel te stellen. En ik ben ook heel erg benieuwd naar je antwoord. Oh jee. Wat betekent de Efteling nou eigenlijk voor jou? Voor mij is de, de Efteling een, een plek van ontspanning, maar ook een hele veilige plek. Heel overzichtelijk, voorspelbaar in een zekere zin. Je weet gewoon hoe het park eruit ziet. En... Dus ik hoef er ook niet zo over na te denken. En misschien dat dat laatste wel nog wel het meest. Ik, ik kan heel erg veel nadenken en ook daarin blijven hangen. Uh, en bij de Efteling stopt dat nadenken een beetje. Ik bedoel niet dat ik dan dom ben. Hè? Ik hoop dat je dat begrijpt. Maar ik bedoel dan meer in de zin van. Ik hoef niet helemaal na te denken wat ik ga doen. En ik ga. En, uh, maar dat je het gewoon een beetje gewoon kunt beleven. Zelfs als het druk is. Hè? Het is natuurlijk ook zo'n park. Het kan heel druk zijn. Um, maar dan verspreidt zich dat wel weer overal. En dan, dan is het ook gewoon een beetje. Ja, laat je me een beetje meevoeren. En uh, kies maar uit. En vind het gezellig. Het is verrekte commercieel natuurlijk, dat, 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 dat zal ik niet ontkennen. En tegelijkertijd eh, straalt dat er niet vanaf. En je kunt behoorlijk arm de Efteling uitkomen, dat, dat, is, dat is zeker waar. En, en de, de prijzen af en toe zijn ook eh, navenand. Maar eh, als je daar gewoon je eigen keuzes in maakt, dan, dan is het gewoon heel niet opdringerig, gewoon heel... Gezellig. En wat ik ook zo mooi vind, is dat het ook gewoon een park is waar je gewoon met je eigen boterhammen kunt komen en met je eigen drinken. En je mag er gewoon zijn. Dat, 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 dat vind ik heerlijk. Ja. Zouden we ook kunnen stellen dat, dat de Efteling ook voor jou een soort van safe place of happy place is? Iets wat we van heel veel mensen horen? Ja, ja dat denk ik wel. Ja. Er zijn ook geen verwachtingen. En dat ook wel, wel meespeelt. En uh, je moet niks. En uh, je kunt het gewoon doen waar je, waar je zin in hebt. En uh, ik vind het, een heel, uh, vind het een heel toegankelijk park. Ook in de zin van, hè, ook met de app, dat je kijkt waar het druk is en uh, hoe, hoe je dan gaat. En ik moet zeggen dat ik ook weinig in de Efteling uh, irritaties meemaak. Uh, er zullen ongetwijfeld andere verhalen. En die dingen die verhalen blijven vaak hangen. Maar ik, ik maak niet mee dat, dat het allemaal. Dat, dat, dat er gedoe is. Uh, dus, dus ja, je bent er voor je lol. En iedereen heeft dat. Ja, af en toe lees je eens wat. Maar goed, over het algemeen gaat, gaat het goed volgens mij. Ik was ook wel benieuwd hoe vaak je naar de Efteling gaat. En met wie je dan gaat. Ik denk dat ik een keer of twee per maand ga. Ik ga daar vaak naartoe met Hanna. Dat is mijn dochter, die is bijna zes. En bij haar zie je ook wel dat, dat de Efteling een bijzondere plek inneemt. Ze zit op speciaal onderwijs. Uh, ze heeft met uh, informatieverwerking dus allerlei prikkels. Daar heeft ze veel, veel moeite mee om haar focus vast te houden bijvoorbeeld op school. En uh, dan zou je denken, van, nou, dan moet je vooral naar de Efteling gaan. Uh, maar juist die Efteling is door zijn wijsheid door zijn en door, door, doordat het buiten is... en door uh, uh, de voorspelbaarheid ook, weten waar je naartoe gaat. Uh, ze gaat, loopt altijd uh, het liefst direct naar Roodkapje... Nou, dan vertelt ze het verhaal honderd keer na. Of ze ziet het honderd keer. Dat is gewoon voorspelbaar. Dat, dat weet ze. Daar ziet ze allerlei details. Daar is ze heel goed in. Um, en ik, ja, ik merk dat dat voor haar ook gewoon een hele, hele fijne plek is. Dus we, we komen daar vaak zo aan het eind van de middag. Of tweede helft van de middag. En dan schuiven we zo aan. En dan mogen we weer bijna vooraan parkeren. Uh, of in een van die eerste... Uh, bij draak of roodkapje daar, die, uh, bij, de, bij de parkeerplek. Goede timing. Ja. ja, precies. Dus dat, uh, ja, en dan, dan, dan is het ook goed. En dat is het voor natuurlijk van dichtbij wonen, dat je ook niet meteen de hele dag hoeft. Dan ga ik nooit een hele dag. Uh, dus ja, dat, dat, dat is ideaal. En het allermooiste is natuurlijk een carnival festival. Dat is, dat is voor haar, dat is het summum. Uh, en uh, het mooiste is als we dan in de winterhefteling, dus als in de winter, als er dan bijna niemand is. En dan, dan mogen we door. <laughs> ja, ja. Dus dan uh, mogen we. Meneer, mag ik nog een keer? En dan af en toe vier, vijf keer. Nou, dat, dit, ik, ik kan het hebben. Uh, maar dat, ja, dat, is, dat is gewoon hartstikke leuk. Gewoon zien dat ze daar. Uh, Hanna, waar heb je van gedroomd? Van Carnaval Festival. Vaste prik. Ik zat in een rood karretje. Nou, weer wel, dat soort, dat soort details. Heel herkenbaar. Ja. ja. ja weet je, en wat me dan ook zo opviel, als ik dan, als ik dan dus zie dat. Ja, ons, mijn dochter is gewoon wat bijzonder. En dat is ook de reden dat ze in speciaal onderwijs uh, ging. En als je, uh, als, je, als je dat weet en als je dan volgens om je heen gaat kijken in de Efteling... dan zie ik zeker op doordeweekse dagen zie ik heel veel mensen... die je zou kunnen karakteriseren als bijzonder. Uh, mensen waarvan ik, waarvan ik gewoon voel van... hey, jullie, jullie willen buiten de Efteling nog wel eens misschien buitenbeentjes zijn. Of mensen die op een of andere manier bijzonder zijn door ik wil kleding uh, of wat voor persoonlijkheidskenmerken dan ook uh, en dat vind ik zo mooi dat, dat je dan merkt dat, dat de Efteling hen trekt en dat ze blijkbaar, dat dit blijkbaar een plek is net als bij Hanna waar die verschillen gewoon wegvallen, waar je even niet bijzonder meer bent, waar, waar je gewoon jezelf mag zijn, waar je gewoon maar van mag genieten met, met, uh, met, met alles met, met al je dingen die je die, uh, die je, die je wil zien en die je mooi vindt en, en ja dat, 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 dat vind ik geweldig. Dus de, dat dat is ook het oog wat nou ja die die, die 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 omgang met Hanna mij ook wel heeft heeft laten zien. Ik denk goh wat wat mooi dat er dan zo zo'n plek bestaat. Hoe bijzonder je ook bent in de Efteling kun je echt jezelf zijn. Ja ja. ja. Maar wat dat betreft een hele veilige omgeving denk ik ja. Ja, ja zeker. Zeg, Otto, jij hebt net al verteld dat uh, dat Roodkapje en Carnaval Festival vaste prik zijn. Maar uh, hoe ziet verder een, een typische Eftelingdag bij jou en Hanna eruit? Ik denk um, sowieso tweede helft van de middag, meestal. Soms begin van de middag. En dan. Uh... Uh, soms gaat de moeder ook mee, natuurlijk. Niet altijd. Uh, op een of andere manier heb ik ook. En dat was ook in de tijd dat ze, dat ze bij het regulier onderwijs, uh, eigenlijk maar half dagen uh, werkt, toen hadden we echt die hele middagen. En dan zeker in de winter, dan was er echt geen kip. En dan kon je echt honderd keer uh, die Carnival Festival door. Maar dan was dat voor mij ook wel een manier om uh, juist. Uh, omdat Hanna inderdaad ook een beetje wispelturig uh, kon zijn. of moeite hebben om, om, om te spelen. en om, om gericht, de, gewoon hier gericht naartoe te gaan. Het gaf mij ook rust. Dat je gewoon weet, je hebt, een, je hebt een invulling van de middag. en je weet waar je heen gaat. En. Uh, uh, dus, dus ja, da, da, dan, 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 dan gingen we daar naartoe. En dan uh, uh, is het vaak rechtstreeks naar Carnival Festival. Maar tegenwoordig ook Afslag Sprokesbos. En dan zo, zo her en der wat. Maar met name met de Grote Boze Wolf. Dat op een of andere manier. via die gouden boekjes. die er ooit zijn uitgegeven. Volgens mij bij de MT-kooi die sparen of zo. Maar de, de, de Rood Kapje. en de, de Wolf en de Zeven Geitjes. Overigens ook twee verhalen met enorm veel overlappen. Maar goed, in ieder geval. Um, uh, daar, daar wil ze graag naartoe. Ja, en en uh, hoe heet het, uh, die, die, uh, uh, die treintjeskom, hoe heet het nou? Diorama. Diorama, ja, daar, de, de, daar wil ze dan ook altijd wel een beetje, beetje rondlopen. Het zijn een beetje zo die, die vaste prik uh, dingen. En natuurlijk de winkel. Uh, naast het Carnival Festival. Want dan kun je aan het eind, kun je bij dat spel, <laughs> kun je op die knop drukken. Helemaal geweldig. En dan pakt ze weer zo'n uh, zo zo rugzak van uh, assepoester. En die vult ze dan met, uh, met de pen en met de etui. En met de... Enfin, het, is een beetje zo... het is eigenlijk allemaal heel, heel onschuldig en allemaal klein. Uh, als, uh, soms dan wil ik nog wel eens uh, een paddenkoek gaan eten bij Pollers keuken. Uh, dat is natuurlijk ook helemaal mooi. Hoewel dat ook wel, dat is wel erg voor prikkels hoor, binnen. <laughs> dat is wel <laughs> ja. veel herrie hoor. Voor, voor uh, iedereen, denk ik ja ja, 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 dus, dus dat, dat, de, 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 dat, dat doen we nog wel eens. Eigenlijk nog nooit in Efteling-theater geweest, maar daar komt misschien nog wel. En het Sprookjesboom-theater in de zomer, als dat enigszins kan. Ja, dat is toch gewoon geweldig. Dat is geweldig. Ik vind Het nadeel in de winter is dat dat, dat vroeg eindigt. Dus als je dan tweede helft middag komt, dan, dan is de laatste voorstelling waarschijnlijk twee, twee of drie uur of zo. Maar ik, 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 ik ga er altijd naast. Maar goed, gelukkig de laatste keren, dan, dan lopen die spelers nog rond. Dus dan heeft ze even een een op eentje. En dat vindt ze net zo leuk. Maar dat. dat dat, ja, eigenlijk veel meer dan dat is het op dit moment nog niet. Ik heb er laatst geprobeerd om er door Vater uh, Morgana heen, maar dat was echt veel te veel. Uh, <laughs> en ik, we hebben er een keer uh, door de Max iets. Ik denk, nou goed, dat, maar dat moeten we ook. Nee, dat, 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 dat is uiteindelijk niet ingegaan. Dus de moeder die is uiteindelijk nog wel doorgegaan. En ik ben aan de andere kant uitgegaan samen met haar. En toen hebben we dus gekeken hoe, uh, hoe, hoe dat allemaal ging. Dus uh, ja, nou, het, is, het is. Ja. Het allemaal nog vrij basic. Dat, uh, maar dat, is het ook juist, dat maakt het ook juist zo lekker. Natuurlijk. Ja, en dan weet je ook precies in mijn Carnival Festival, als ik daar nou vertrek, en dan zeker als ik met de buggy ben, dan, dan, uh, dan weet ik gewoon mijn 25 minuten ben ik thuis. Dus het is ook gewoon heerlijk, <laughs> heerlijk te plannen. Hè? Zo weet je wel. Dat, uh, ja. <laughs> dan ben ik wel benieuwd, hè. wat is eigenlijk jouw allermooiste Efteling herinnering? Nou, ik vind die Vater vind ik wel heel erg mooi, ook vanwege de muziek. En er zit echt een heel mooi orkest achter. En het uh, is natuurlijk ook onderdeel van de, we zeggen, de, 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 de. de. de attracties waar heel veel symfonische muziek achter zit. Net zoals de Dans Macabre natuurlijk van. Uh, van Ses geloof ik het wel. Um, de, 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 en en dat, dat, dat vind ik. Dat, ja, dat vind ik ook wel heel mooi. Um, ook heel mooi gemaakt, maar ook gewoon de muziek. Dus dat uh, ik ben niet zo van de acht banen. Ik dacht in Sint George een draak dat ik ging. Uh, dat heb ik daarna nooit meer gedaan. Nee, dat was echt, bij mij was het op de helft op. Ik heb ook een keer boven het schip gezeten in mijn eentje. Dat moet je ook niet <laughs> doen. Dat was heel stom van me dat ik dat deed. Uh, dus ik ben helemaal geen held. Maar uh, dit soort dingen, ja, dat, 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 uh, dat vind ik wel heel, uh, heel mooi. Okay. Ja. En het, het Sprookjesboom Theater. Ik bedoel, als dan aan het eind, dat is heel gek, maar op een of andere manier, als dan aan het einde, er was eens een, sprookjesboom, een heel mooi sprookjesboom, dan krijg ik op een of bijna tranen in mijn ogen. En ik weet niet waarom. Het, 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 zal het, het, zal, het zal de magie van het theater zijn, die je dan even voelt. En het zal een akkoord zijn, want vaak is het een akkoord hè, wat, 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 wat je tranen trekt of zo. Uh, maar op een of andere manier, ja, ik, dat, dat, is, dat is theater. Dat is, dat, dat is mooi. Dat is mooi. Ik, ik ken jou nu een beetje Otto, en ik kan me helemaal voorstellen dat jij in Vater Morgana zit en je gaat met je bootchaar zo eh, op zo'n gordijn af of op zo'n deur. En die opent zich dan en er ontvouwt zich zo'n nieuwe scène. Dat je dat dat is. Dat, the, dat, dat jou wel heel erg moet aanspreken. Dat je er allemaal erin gaat ook. Ja, je ja, ja, gaat er echt helemaal. Ja, je gaat er gewoon doorheen. Ja. Hè, dus er is, van alles, er is van alles te zien en, en uh, van alles te, te doen. En uh, ja, dat, dat vind ik, vind ik heerlijk. Eerlijk gewoon compleet. Dat is dat, dat, ja. En dat, dat, dat heb je in zekere zin bij symbolica ook. Maar ik heb nog moeite, maar dat is ook omdat ik er dan met Hanna in zit. En Hanna vindt het te veel. Uh, en ik hoor dat van meer mensen. Uh, en dat is geen kritiek op, op symbolica, hartstikke mooi. Maar laten we zeggen, voor mensen die iets met prikkels hebben, is het een beetje too, too much. Vervaardigd uh, morgana trouwens ook. Maar, maar ik, ik, ik heb dat nooit, nooit echt in mijn eentje nog die symbolica gedaan. Maar dan denk ik, ja, de, 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 zo'n Vater Morgana ga je ook echt gewoon live door van alles heen. En, en dat, dat, dat vind ik ook wel iets. Uh, vind ik ook wel iets hebben. Ja, ja je bedoelt dat het, het is allemaal al gaan en dan kom je er langs. Terwijl bij Symbolica het meer is van: jij gaat er nu naartoe en dan gebeurt er iets voor jou. Ja. ja. Ah, ja. ja en dan misschien wel de vraag der vragen in dit uh, lijstje wat we doorwerken. Otto, wat is nou voor jou echt Eftelings? De rijmpjes die overal bijstaan eh, als er eh, iets gerestaureerd wordt... of als je, als je om moet lopen of als je moet wachten en ergens aan moet komen. We, 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 dat, dat soort... Gewoon tot, tot in de details met... met ta het, ik vind het ook Nederlands. Hè? En, en dat bedoel ik niet in de, in, in, in de nationalistische zin, maar... Je merkt dat, dat aan de ene kant de Eftelingen zijn het internationaliseren. Dat merk je ook in de in de attractienamen en in de, in de verhalen die daar verteld worden. Maar het blijft iets Hollands houden. Dat vind ik mooi. Het is een, het is een Hollands park. Uh, en daarin sta je niet als buitenlander op de tweede plaats. Maar ik, je, je mist de helft. Zijn er zijn ook uh, elementen in de Efteling die het jou betreft echt ondergewaardeerd zijn? Dit grote publiek niet opmerkt of niet op waarde weet te schatten? Ik weet niet of mensen het wel of niet op waarde schatten. Maar laten we zeggen, de, 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 de moeite die getroost wordt. om ook het verschil in seizoenen, ook in de beplanting bijvoorbeeld. Uh, steeds mee te nemen. vind ik wel iets heel bijzonders. Dat kost klauwen met geld. En over duurzaamheid moet je misschien ook maar niet hebben. Maar dat je die, dat je die moeite doet uh, en dat je. Tot in detail het tot een, een mooie beleving wil maken. Waar, waarbij kosten nog moeite wordt gespaard. Dat is in ieder geval de indruk die je krijgt. Natuurlijk is alles beleving. En natuurlijk moet alles uh, commercieel verantwoord zijn. Maar de, de indruk die je krijgt is. Kosten nog moeite worden gespaard. En als je dat gevoel hebt. Dan voel je je. Uh, dan voel je, je Echt als gast gewaardeerd. He, ik krijg me een restaurant, als je in een restaurant het gevoel hebt van nou, eh, ik, ik krijg hier echt sec... wat op de menukaart staat op een heel, heel groot bord, ligt er heel weinig. En daar moet ik het mee doen. Maar op het moment dat je het gevoel hebt van, ja, en dat kan door een broodje, een salade of een. weet ik, Maar dat je het gevoel hebt van het is allemaal een beetje aangekleed, dan voel je, dan hoeft niet eens zoveel meer te kosten. Maar het, dat. Dus je voelt je echt, uh, ja, je voelt je echt. Ja, dat kostte nog moeite zijn gespaard. Mooi. Als we het dan toch over bordjes eten hebben. Wat is eigenlijk jouw favoriete gerecht in de Efteling? Uh, Van mijn dochter weet ik wel. Dat waren de worstebroodjes. Uh, ja. in, de, in, de, in de winter Efteling. Ja, die pannenkoek, de, de specialiteit met uh, witte chocola, jam en uh, stroopwafel. Uh, dat dat uh, stukjes, dat, dat, dat vind ik wel, uh, ja, dat is, uh, dat is mooi. Dat is mooi. Goeie keuze, denk ik. Ja, zeker. <laughs> zeker. Heb je ook een favoriete muziek in Efteling? Ik vind de muziek van uh, de Vater Morgana vind ik mooi. Ik wil... Ergens ooit nog een keer, ik speel een beetje piano... wil ik eigenlijk ooit nog dat Efteling... Euh, de, de, laten we zeggen, die paddenstoelenmuziek... die mm. niet van Bach is, maar waarvan iedereen zegt dat het van Bach ja. is... Uh, de, 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 dat wil ik nog een keer spelen. Uh, ja, ik vind de dans macabre, vind ik altijd nog steeds mooi. Ik, ik hoop dat die qua muziek terugkomt... maar ik moet zeggen dat ik al die verwikkelingen niet helemaal volg. Maar daar kun je volgens mij ook een boek over schrijven. Volgens mij hebben ze dat al gedaan. Dus... Um, um, dat soort muziek vind ik wel. Ja, en weet je, gewoon de klassiekers. Kijk, ik heb ook iets met Carnaval Festival. Omdat die muziek daarvan is ooit. Uh, ik weet niet of die gemaakt is door, maar zijn naam stond er vroeger in ieder geval wel bij van Toon Hermans. En Toon Hermans is voor mij eigenlijk uh, het voorbeeld waarom ik, nou, waarom ik de Kleinkunst inging. Uh, daar zaten we in onze pyjama, zaten we daarnaar te kijken. In de vakantie mochten we de show van 1980... die mochten we dan van de videoband weer een keer kijken. En wat die man daar in Carré deed... Uh, ja, dat, dat was iets wat, wat, wat voor mij ook nog steeds in mijn hoofd zit... van dat wil ik. En hoe maakte die muziekjes? Die maakte gewoon muziekjes met... Die kon geen piano spelen en zo. Maar die, die, die bedacht melodietjes. En dan ging je met iemand zitten die een beetje piano. En die ging het dan vervolgens. Ruud Bos heeft het geloof ik gedaan uit mijn hoofd. Dus ja. Om die reden is dat, is dat een mooie herinnering. Um, en, en goed. De, de, de Indische Waterleden zijn natuurlijk ook zo'n klassieker. Eh, maar die vind ik alleen al leuk. Omdat mijn zussen die niet leuk vinden. Want die werken namelijk in professionele orkesten. En, en, en die, op een of andere manier hebben die een enorme hekel aan, 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 aan dat lied. Omdat het, ze het echt niet uit hun hoofd krijgen. Dus, dus als ik enigszins de kans krijg, dan het, En dan hoef ik al niks meer te doen. Ja. <laughs> Geweldig. Ik heb ik mijn favoriete details in het park? Ja, ik noemde al de, de spreuken. Um, die je zo her en der uh, uh, kunt zien. Er zijn heel veel details. Hè. Dat, dat is zo'n. Dat is zo mooi. Ja, ik vind de spelers... Maar goed, dat heb ik ook al gezegd waarom ik dat zo leuk vind. Maar de, de, dat vind ik mooi als daar het park mee, mee, mee aangekleed wordt. Um, en gewoon dat, dat elke attractie tot in de, tot in de puntjes af is. Hè. Ik heb natuurlijk ook, door, doordat ik, uh, laten we zeggen, figureerde toen... en via de achterkant binnenkwam. Ik heb nooit een Efteling gewerkt, nooit een bijbaantje daar gehad. Jullie wel trouwens? Timmel, ja. Ik wel, ja. Ah, wat heb ik gedaan? Uh, alles, van alles en nog wat en okay. van uh, frietbakken tot ijsjes stappen en op de croissant staan of door het sprookjesbos lopen en nog op kantoor dus, uh... Kijk, maar dan zie je ook de achterkant ja. en, en, maar wat me dan opvalt is hoe snel die achterkant eigenlijk verdwijnt in of zelfs meegenomen wordt in de hele beleving, dus het is nergens van ja daar moet je niet naar kijken want dat is het kantoorcomplex. nee zelfs het kantoorcomplex is in ieder geval aan de voorkant en alles wat je ziet is helemaal, is helemaal daarin meegenomen en dat, dat ja, dat, dat vind ik mooi. Dat had niet gehoeven. Hè? In de zin van commerciële zin, had niet gehoeven. Maar het maakt wel je beleving af. Absoluut, Ja. ja. We hebben al heel veel besproken wat jij heel erg goed vindt aan de Efteling. Zijn er ook zaken die je, die je minder goed vindt aan de Efteling? Verbeterpunten? Nou, laat we niet hebben over de complete bouwput waar we nou doorheen lopen. <laughs> Want daar zijn de meningen ook al... Uh, nou, weet je, dat, dat, dat moet ook een keer. En ik vind dat ze dat, ik vind dat, ze dat heel netjes doen. Maar ik vind het een takkenend dat je nou moet lopen vanaf Roodkapje 7. Uh, via die dingen en... en uh, uh, ja, maar goed, wat moet je er verder aan doen dan? Ja, je moet het wat asfalt neerleggen en de, 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 de paddenstoelenmuziek klinkt in ieder geval daar. Dus dat. Nee, Nee, dat is niet de paddenstoelenmuziek die daar klinkt. Maar in ieder geval de klinkmuziek. Dus dat hebben ze allemaal voor elkaar en er moet een keer wat gebouwd worden. Tegen de tijd dat de aflevering uitkomt, zou het als het goed is in ieder geval op het hoofdparkeerterrein een heel opgelost moeten zijn. Allemaal. Door er nog steeds wel veel gebaat op dit moment. Nou, Wordt uh, ja. word deze pas in 2025 uitgezonden. <laughs> maar, <laughs> nee, maar goed, weet je, de, 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 dat, ja, weet je. En, en voor de rest hoop ik, hoop ik dat, um, laten we zeggen, die, die, die Hollandse achtergrond met Anton Pieck en de oude sprookjes. En, en, en dan klinkt het misschien als een oude zak, maar ik, ik ben toch altijd een beetje hoeder van de traditie, ook in mijn eigen vak. Die was er niet voor niks. He, je hoeft niet alles overboord te gooien. Maar ik hoop dat die sfeer toch wel een beetje blijft bestaan. He, dus ook als je naar meer internationalisering werkt. en, en bijvoorbeeld ook zo'n symbolica. dat is natuurlijk veel, dat is, dat is veel, veel lichter. Um, blijf werken aan de diepgang van die verhalen. En. Uh, Wees niet bang om dat te enten in een, in een stukje cultuur die oud is. Maar het hoeft niet allemaal fantasy te zijn. Misschien is dat het wel. He? Nu kunnen zo met jullie over praten, het hoeft niet de fantasy-kant op. Uh, dat is natuurlijk wel een hele populaire kant. Maar juist die sprookjes die de, de oorsprong van de Efteling zijn in allerlei attracties, die zijn gewoon heel concreet in het alledaagse leven. Zo'n abdij. Of, of uh, een meisje en een wolf. Ik bedoel, de wolf nu ook, hè, uh, is gewoon een re realiteit. hè. Ook hier in Spankabellen liep je op een gegeven moment rond en zo. Dus een wolf, als, als gewoon uh, idee van iets wat gevaarlijk is, is gewoon in het alledaagse leven. Waar al die figuren van de Lord of the Rings, ja, dat is allemaal leuk om te. Maar dat is niet. Dat, die kom je, daar kom je niks van tegen. Ook niet iets wat erop lijkt. Dus uh, misschien als ik zo met jullie aan het praten ben, dan denk ik, ja. Uh, ik hoop dat, dat het niet de fantasy kant opgaat. En nogmaals, geen kritiek op symbolica, maar me zeggen, je merkt wel een trend. En ik ben heel benieuwd hoe ze Dans Macabre in, in de nieuwe setting gaan doen. En alles ziet er heel hoopvol uit. Als je het van de buitenkant, dat is het enige wat ik zie. Ik lees geen uh, de dingen over hoe het verder allemaal gaat. Um... Uh, volgens mij kun je daar dagen mee kwijt zijn. Maar uh, uh, heb ik wel het gevoel van... hé, hey, da, 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 dat gaat ook weer gewoon. Dat, dat, krijgt, dat heeft handen en voeten gewoon uh, in onze uh, omgeving, in ons leven. En, en daarop aansluitend, wat, wat is jouw droombeeld voor de toekomst van Efteling? Waar hoop je dat het park over, nou, pak mee, het 25 jaar staat? Dat het er nog staat? Alles wat ik zo lees aan overwegingen over uitbreidingen en zo is dat het ook wel een, een speelveld is waar je echt bij de top moet horen om te overleven. En ik heb daar onvoldoende zicht op. Kijk, ik denk al vanuit staat er het trekt toch wel mensen. Dus uh, wees daar niet zo zenuwachtig over, maar kennelijk moet je dat wel wezen. Uh, daar stel ik dan ook wel altijd bij de vraag: van ja, moet het altijd meer en meer en meer. Maar dat is een, een, een zingevingsvraag. He, het hoeft niet altijd meer en meer te zijn. Wat je vandaag hebt kan ook goed zijn. En morgen ook nog. Maar goed, oké. Okay. Laten we even ervan uitgaan dat, dat er een ontwikkeling moet zijn. Om, om het ook in de toekomst uh, te, te houden. Ja, dan, dan ben ik toch wel heel erg benieuwd. Uh, ook hoe ze dat hele duurzame aspect gaan aanpakken. Dat is natuurlijk een hele discussie ook met inexis. En uh, uh, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar? En goed. Uh, uh, ik vind, het, ik vind het vervoer en zo, ja, dat zijn een beetje de randzaken, maar eh, dat is wel ook een beetje met de blikken waarin ik ook wel naar de wereld kijk. Kijk, het maakt deel uit van Kaatsheuvel. Daar begonnen we ook mee, hè, van hé, je bent predikant voor Kaatsheuvel en voor de Efteling. Ik kom uit Veldhoven, daar is ASML. En ASML is ook heel erg groot geworden en heeft een enorme aanslag op daar de woningbouw. Uh, uh, en, en ook uh, überhaupt het hele culturele leven. Um, hier heeft een enorme weerslag op de natuur en op de leefbaarheid van de omgeving. Nou, hoe ga je dat voor de komende jaren doen? En ik hoop dat daar, uh, dat daar heel veel gezamenlijkheid in ontstaat. Uh, en dat daar ook heel veel innovativiteit in ontstaat. Ook in de zin van misschien een light rail vanuit Tilburg, waar ooit wel eens over gesproken is. Of in ieder geval, ik ben heel benieuwd hoe je die extra miljoen of miljoenen bezoekers de komende jaren. Hoe je dat op een creatieve manier gaat doen. En dat vind ik ook gewoon leuk. Dat is ook een kant in mij. En dat is, heeft niks met de sprookjes te maken. Maar ik vind het leuk om te zien hoe zich dat ontwikkelt. Net zoals ik het leuk vind om te zien hoe ASML met woningbouw en zo aan de slag gaat. En daar, daar ook in en zijn eigen wegen aanlegt. Dus dat vind ik gewoon leuk om te zien hoe zoiets zich ontwikkelt. Dat je daar gezamenlijk in in partnerschap mee kan... Uh, en dat het ja, misschien ook wel dat het park een beetje. Een beetje dat, dat het ergste kleinheid ook nog wel houdt. Want het heeft op een of andere manier toch ook nog iets kneuterigs en knus. In de positieve zin. En ik hoop dat het dat ook blijft houden. He, de, de, je ziet ook andere parken waar echt gewoon ook met lightrails dwars door het uh, park heen en zo. Dat voor mij helemaal niet. He, als het maar ook een beetje moet ook wel leuk blijven. Wel Efteling. Gemoedelijk. Gemo gemoedelijk met een zachte G. <laughs> ja, heel mooi. <laughs> die zit er wel in, ja. <laughs> zeg Otto, dan is het uh, nu tijd voor een uh, echte kleine boodschap. Klassieker namelijk, ons blokje met, uh, met uitsmijters. De, de vragen die je, als het even kan, uh, snel mag beantwoorden. En dan beginnen we meteen met uh, ik denk best wel een lastige vraag. Maar ik ben wel benieuwd naar jouw antwoord. Wat, uh, wat vind je het allermooiste plekje in de Efteling? Sprookjesboomtheater. Ja, daar hoef ik niks meer aan toe te voegen, denk hey. ik. Nou, dat hey, hey, ik is al verteld ja. ja. heb, dus... Uh, ik ben ook een zeker zin voorspelbaar, dus ik denk dat uh, ja. Ben, ben jij dan zouden we jou ook als uh, onder entertainment-fan kunnen scharen? Ja, zeker wel. Ja, ja, maar vooral ook het spel en zo. En uh, ja, als je de wereld een beetje kent, dan geniet je daar ook gewoon van. Ja. Dan, dan ben ik trouwens wel benieuwd. Wat, wat is voor jou de, de allerleukste entertainment-act of show in de Efteling ooit? Poeh, nou, ja, ik vind gewoon die kleine die kleine shows met. met, met uh, met de figuur uit de uh, uit sprookjesbos. Dat, 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 dat vind ik al mooi. Maar goed, ik ben laatst bij de Efteling Musical geweest in Theater de Leest. Uh, kom, hoe heet dat ding? Een gigantisch Die orde. Gigantisch, <laughs> ja. ja, En, en dat, dat, dat vind ik ook zo heerlijk. Ook omdat gewoon. Daarin merk je ook weer. Hè. Ik, heb, ik heb natuurlijk met mijn dochter. maak je veel van dat soort kindershows mee. Van Roos. en weet ik veel. Paul en Maar dan merk je weer hieraan hoe het ook weer tot in detail. Klopt. En hoe het ook qua, qua zang en qua, uh, qua muziek ook gewoon klopt. Ik vind de Efteling muziek sowieso. Hè? Dus ook als je, als je die hele uh, playlist uh, af, afluistert. Uh, van uh, van uh, goed Gigantisch en alles. Dan denk ik dat dat is goede muziek. Da, 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 als je dat qua opbouw ziet en qua. qua, qua uh, Qua verschil, niks is hetzelfde. Uh, het zit goed in elkaar, er wordt meer stemmen gezongen. En wat ik ook heel leuk vond bij die musical, dat was dat die hoofdrolspeler, die dan die klein duimpje uiteindelijk speelt, die dan groter wordt, dat je dan ziet: hé, hey, dat is er eentje van de kleinkunst die van de dansacademie kwam. Dat is wat ik dan zie, hè, gewoon door zijn, door zijn lenigheid en zo. Dat is leuk gekast. Dat is grappig. Hoe ze zo iemand die daar dan ook dan gewoon in thuis is. Uh, die, 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 die ook kan zingen. Die ook kan, en mij ook hartstikke lenig. En dan denk ik, wauw. Dat is leuk. En dan zit er iemand anders. Die heeft dan de, de rol van weet ik veel. Van de draak of zo. Van wolf. En die was duidelijk niet zo atletisch. Dat zie je ook. Maar die heeft daar totaal geen moeite mee. Want die heeft een of andere, uh, een of andere humoristische rol. Heeft hij daar dan in. En, en dat is ook mooi. Dus het, het is... Ja, dat, 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 ja dat, dat vind ik mooi. Volgens mij is het gros van wat daar meespeelt. zijn er ook de acteurs die in het park zelf spelen. Een aantal wel. Ja. Maar een aantal had ik ook nog niet eerder gezien. Dus dat, ja, dat uh, vond ik leuk. Ja. Deze vraag heeft misschien ook een voorspelbaar antwoord. Maar toch ben ik benieuwd. Wat is jouw favoriete attractie in de Efteling? Ook toch moeilijker dan, uh, dan ik had verwacht. Ja, nou ja, je moet zo kiezen. Hè? Ja, Want, ja. En, kijk, droomvlucht vind ik ook heel mooi. Maar daar kom ik niet zoveel. Omdat Hanna niet, niet leuk vindt. Uh, of eng vindt vanwege nou goed, alle, alle, alle donker en uh, noem maar op, en ook niet omdat het de favoriete attractie van Geert Wilders is of zo, dat dat, uh, dat uh, moet ik ook altijd bedenken. Op een of andere manier heeft hij dat ooit geroepen? Ik denk hoe moet zo'n man ooit in de Efteling komen, maar met al die beveiliging, maar de, de, goed af en uh, uh, dus, dus droomvlucht vind ik mooi, uh, ja. En Vata Morgana, die ik ook al noemde, die vind ik ook, ja, vind ik ook gewoon leuk, ja. Heb je eigenlijk ook wat met andere pret- en themaparken dan de Efteling? Nee. Nee, ik ben vroeger ooit in Duinreil geweest, kan ik me herinneren. Met groep 8 of zo. Of uh, de zesde klas was dat toen nog. Zo oud ben ik al. Helemaal, daar herinner ik me ook weinig van hoor. Weinig. Ja. Je herinnert je dat het geen Efteling was? Ja, dat. Ja. ja. <laughs> zo zag ik vroeger ook extreem veel andere themaparken hoor. Ook Disneyland Parijs dacht. Het nee, is niet de Efteling. Ja. Nooit Geweest, nooit geweest. Ik wil op zich wil ik nog wel eens een keer naar het Asterixpark. Om oh, ja. een van meer heb ik, heb ik ook wat met die strips. Ik vind het ook een leuke Romeinse tijd en zo. En, uh, dus dat, 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 dat spreekt me altijd wel aan. En ik, natuurlijk, als je naar het zuiden gaat in, uh, in de zomer, dan rij je ook altijd langs die afslag ja. naar het Asterixpark. Dus op een of andere manier, oh ja, dat is er ook. Dan zie je die armband staan. Ja. Dus, dat, dus daar dat, dat, dat wil ik eigenlijk ooit nog eens heen. Maar ja, dat is te ver weg voor aan het einde van de middag. <laughs> ja. Klopt, ja. Heb je eigenlijk nog wat wijze woorden of wat, wat wijze raad voor ons als podcastmakers? Oeh, jongens. Ik denk dat het niet meer de huidige leus is. Maar uh, er zat er, ze hadden ooit eens een keer een leus met, uh, met verwondering. Met verwonderen. En verwonderen is, denk ik, een, een kwaliteit van leven die enorm belangrijk is. Als je niet meer verwondert. Gewoon als je. En nou, sock ochtends, als je wakker wordt, hè, jouw tijd, dat is ook mijn tijd, en, en dan hoor je die vogels zingen. En als je je niet meer verwondert, van hé, hey, ik hoor weer vogels. En als je je niet meer verwondert over gewoon dingen die je ziet, mensen die je ziet, van, Goh, wat leuk dat die hier zijn. En zoals ik net vertel van de mensen die misschien ergens anders buitenbeentjes zijn, of dat je dat je niet meer verwondert over. Hoe mooi dingen kunnen zijn, of hoe mooi dingen gemaakt zijn. Of hoeveel lol mensen hebben in het spelen. Als je daar niet meer verwondert, dan wordt je leven zo, zo vlak. En, de, 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 en wat krijg je dan? Dan krijg je ook zoveel dankbaarheid. En er is niks zo mooi als leven uit dankbaarheid. En dan mag dankbaarheid naar God zijn. Maar dat is dan mijn, mijn, hè, dat is mijn achtergrond. Maar dat kan ook gewoon dankbaarheid zijn in je leven voor. God, wat mooi dat ik, dat, ik, dat ik hier weer even deel van uit mocht maken. En wat mooi dat het zo fijn weer is. En dat het er zo mooi uitziet. En dat, dat ik me zo welkom voelde. En, en wat, wat zijn toch eigenlijk allemaal mooie verhalen? Wat, 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 wat een mooie details. in het verwonderen. Dat dat een, kern, een kernkwaliteit is die de filosofen vroeger ook al, ook al zeiden. Van, van het is zo belangrijk om je te verwonderen. Want dan ga je namelijk dingen opvallen. Dan word je niet een soort van nou ja, ik leef maar en ik leef overal dwars langs. Ik denk dat dat een kernkwaliteit is die de Efteling voedt. En die ik iedereen ook toewens om dat, om, om dat te blijven kunnen. Niet alleen een wijsraad voor ons twee, maar ik denk voor al onze luisteraars. Graag. Ja, Alter, dan kunnen we je eigenlijk alleen maar enorm bedanken voor jouw tijd en uh, voor het delen van jouw verhaal op deze aflevering. Vond het hartstikke leuk, jongens, om hier te zijn. Ja, Heel leuk dat je wilde aanschuiven. Uh, we hebben een aantal linkjes klaargezet in de show notes. Uh, onder andere naar jouw LinkedIn en naar jouw uh, blog. Dus kunnen mensen jou ook online volgen. Zijn er nog meer plekken waar ze terecht kunnen? Uh, het YouTube kanaal heb ik jullie ook uh, doorgegeven, ook waar we op school werken. Facebook natuurlijk. Dus uh, ja, wat dat betreft, uh, altijd welkom om dingen te volgen en niet te vergeten natuurlijk de column in, de duincourier, Weekblad Waalwijk <laughs> en Weekblad Heusden voor wie eventueel nog daar, uh, daar woont. Uh, kijk, en dat is zo mooi om dat gewoon te blijven doen. En ik ben sta altijd open voor reacties vandaar dat onderschrift, maar ook met mijn mailadres. Dus ook op deze podcast altijd reacties welkom. Dus als mensen nog een, een persoonlijke vraag aan, aan jou hebben, misschien wel om wat, wat goede raad of advies, dan kunnen ze. Gewoon bij jou terecht. En ook zonder goede raad en advies, maar gewoon als vraag. <laughs> altijd van harte welkom. En aan welk mailadres mogen die vragen en, uh, en opmerkingen dan? Zo simpel als wat. Ottogreving.gmail.com Dank voor uh, al jouw mooie woorden. En uh, toch weer nieuwe inzichten die ik deze aflevering heb gekregen. Zeker, ja. Nou, succes mannen met de podcast. Ja, als mensen nou voor ons nog een vraag hebben... of ze willen via ons misschien een vraag bij jou krijgen, Otto... kunnen ze die op veel verschillende manieren bij ons krijgen. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat... dan vind je alle social media kanalen waar wij te vinden zijn. Op de site staat sowieso een contactformuliertje... maar mailen kan ook bij ons. En dat doe je naar info.kleineboodschap.com En je luistert Kleine Boodschap in je favoriete podcast-app... op Spotify, op YouTube of op onze website. En dat is natuurlijk kleineboodschap.com Luister je ons nou in een podcast-app... Of op Spotify, op YouTube. Zorg dan dat je je abonneert. Dan mis je geen enkele aflevering. En we kunnen het ook altijd enorm waarderen als je ons een rating of een review geeft. Bijvoorbeeld uh, op Spotify, Apple Podcast. En het kan volgens mij ook op YouTube tegenwoordig. Ja, zeker. En vind je nou een kleine boodschap echt heel tof? Dan uh, misschien om in de woorden van Otto te spreken. Verspreid het woord. Over kleine boodschappen dan in dit geval. Dan, uh, dan krijgen we wat extra luisteraars bij. Ja, Otto, nogmaals enorm veel dank. Graag gedaan. Dat was weer voor deze keer. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En nou doe. Houden wacht. Vrede en alle goeds.